Ik ben vereerd om hier weer te mogen staan. Het is voor het derde jaar op rij dat we een debat organiseren tijdens de Dutch Design Week. Ik kan wel zeggen dat we best wel vaak de trends te pakken hebben, zeg maar. 3 jaar geleden hadden we het hier over privacy. Nou, we weten allemaal wat dat de afgelopen jaren allemaal heeft geleid met de GDPR. Een jaar geleden hadden we het over chatbots en over AI. Nou, volgens mij is dat ook het onderwerp van vandaag, zeg maar, waar het over gaat. En vandaag gaat het over de platformeconomie. En de platformeconomie is natuurlijk een heel breed begrip, zeg maar. Dus er valt ontzettend veel onder, hè. Ik denk dat als ik het over platformeconomie heb, dan heb ik het ook over Netflix, dan heb ik het over Spotify. Maar dan heb ik het ook over de platformen die zojuist al voorbij zijn gekomen, als Deliveroo, Thuisbezorgd, noem maar op. En eigenlijk kan je de platformeconomie grofweg in drie categorieën indelen. Eén is access economy, dus die biedt eigenlijk, zeg maar, toegang tot diensten. Swapfiets is daar ook wel weer een mooi voorbeeld van. Biedt toegang tot fietsen voor een vast bedrag per maand. Maar ook Airbnb, zou ik zeggen, is eigenlijk access economy, zeg maar. Het biedt gewoon toegang tot, ja, een verblijf, zeg maar, op ieder moment, op iedere plek op de wereld. Daarnaast heb je de sharing economy. En er zijn eigenlijk platformen als Peerby, denk ik wel, de meest bekende. Hè, waarin we goederen, producten met elkaar kunnen delen. En de andere is eigenlijk de gig economy, zeg maar. En daar hebben we het vandaag, denk ik, ook wel het meeste over. En dat is op dit moment ook wel een van de meest controversiële. Maar eigenlijk zie je ook wel dat Airbnb als platform en Uber natuurlijk in die access economy, zeg maar, ook vrij controversieel zijn. Het is niet zo dat wat ik nu zeg, dat al zwart-wit en al helemaal uitgekristalliseerd is. Want je ziet ook dat dit onderwerp, die platformeconomie, ontzettend in beweging is, zeg maar. En iedere dag, iedere maand verander ik zelf ook nog steeds van inzicht over, nou, wat er eigenlijk precies allemaal gebeurt, zeg maar, op die platformen. En er komen ook steeds nieuwe platformen bij, nieuwe verdienmodellen, die dat dan weer totaal op zijn kop zetten, zeg maar. En dat is ook ergens wel weer het mooie aan wat er aan het gebeuren is. Aan de andere kant, wij benaderen dit ook natuurlijk als ontwerpers, als ontwikkelaars. We zagen net ook al dat een heel grote groep van deze mensen in de creatieve sector werkt. En wij zijn dagelijks bezig met dit soort concepten, met dit soort ideeën. Ik krijg, nou, niet dagelijks, maar wel wekelijks, maandelijks nieuwe opdrachtgevers aan mijn bureau. Ik wil de nieuwe Airbnb voor dit. Of ik wil de nieuwe Uber voor dat. Of ik ben de nieuwe Uber voor iets. En dan iedere keer moet ik ze toch weer eventjes erbij slepen van, ja, zo makkelijk is het niet, zo werkt het niet. Dat model ziet er, wat jij voor ogen hebt, ziet er toch misschien net iets anders uit. En besef je ook dat er aan hetgeen wat jij wil een keerzijde zit, zeg maar. Dat als jij die markt wil gaan disrupten, op zijn kop wil zetten, dat er ook een keerzijde aan is. En dat is ook waar we het vandaag, denk ik, met elkaar over moeten gaan hebben. Ook vanuit ontwerpperspectief van die nieuwe producten en diensten die wij aan het bedenken, aan het ontwerpen zijn. Daar zit zeker ook een upside, een economische upside vaak. Maar er zit ook een keerzijde aan. En daar moeten wij ook over nadenken. Daar moeten we ook een oplossing voor bieden. En dat is, denk ik, waar ik vandaag iets over hoop te leren. Ik denk dat we een heel mooi panel hebben. We hebben echt bewust gekeken naar welke mensen gaan we hier nu aan tafel zetten. Of eigenlijk op de stoel zetten. Om ons daarover meer te laten leren. Ik denk dat wij met Freshheads achteraf gezien, en dan heb ik het eigenlijk meer over Joost, de oprichter van Freshheads, maar ook de oprichter van Werkspot.nl, dat wij eigenlijk aan de wieg hebben gestaan van die platformeconomie. Alleen op dat moment wisten wij helemaal niet waar we mee bezig waren. We hadden gewoon een website voor klusjes. En uiteindelijk zou je met terugwerkende kracht kunnen zeggen dat Werkspot wel een van de eerste platformen was of is geweest die echt succesvol is geweest in die platformeconomie. Daarnaast hebben we, Pim, die is nu bezig met Young Ones. Dat is een platform van Young Capital, waar echt mensen als zelfstandig aan de slag gaan. We hebben Erik van FNV, nou, het zal je niet verbazen dat die daar een andere blik op heeft. Maar ook eentje die we volgens mij zeker in de gaten moeten houden vanavond. Want ik denk dat we daar nog als, zeker als ontwerpers en ontwikkelaars van die nieuwe platformen van kunnen leren. En Martijn, die overziet dat in de breedte. Dus ik denk dat we daar een heel mooi panel hebben en waar ik ook ontzettend trots op ben. En die zullen zichzelf verder ook nog voorstellen, denk ik, vanavond.
Ja, ik geef het woord weer aan jou, want anders ben ik veel te lang aan het praten. Nou, we maken er nog even een kort interview van ook, want er kunnen natuurlijk vandaag schokkende dingen gezegd worden. Wat voor een effect heeft het dan morgen op jouw werk? Ja, dan kom ik de deur niet meer in, denk ik. Nee, op mijn werk denk ik, ik hoop dat we toch iets misschien anders gaan denken, nieuwe inzichten hebben, zeg maar, waardoor we andere beslissingen nemen. Het thema van de Dutch Design Week is ook If Not Us, Then Who. Is het ook een taak van de designer om mee te gaan denken over de consequenties, de economische en maatschappelijke consequenties van de platformeconomie? Ja, ik denk dat we als we ons als designer alleen maar bezighouden met het maken van mooie plaatjes, dan brengen we deze wereld niet verder, zeg maar. Ik zie designoplossingen veel breder. En ik zie design ook veel meer als het designen van dit soort producten en diensten. En niet alleen hoe het eruit ziet, maar vooral ook hoe het werkt en de upsides daarvan. Tot slot nog even van dit mini-interview. Waar moet het nou vanavond niet over gaan wat jou betreft? Wat is een platgetreden pad waarvan je zegt, nou, laten we die discussie aan argumenten overslaan? ik vraag me af of er over dit onderwerp eigenlijk al zoveel... Er wordt maar relatief weinig over gepraat. Dus volgens mij is alles op dit moment nog bespreekbaar. En dat is ook het mooie van dit onderwerp. Als je me dit zou vragen over chatbots of AI, dan zou ik zeggen, laten we het vanavond vooral niet over chatbots gaan hebben. Daar hebben we het al jarenlang over gehad. En daar weet ik inmiddels al genoeg van. Maar ik denk dat hier alles nog besproken kan worden. Dat is het mooie van het onderwerp. Nou, je hebt ze een vrij brief gegeven. Dus als je straks aan het einde terugblikt op dit debat, dan kun je niet zeggen van het lag aan jullie. Want het lag dan aan jou en aan jouw instructie. Dankjewel voor deze introductie. Wout Withagen, jawel. En je hebt ook min of meer per ongeluk al het hele panel geïntroduceerd. Dus de helft van mijn taak vervalt ook. Ik ga het daarom proberen iets spannender te maken door het in omgekeerde volgorde en een beetje random voor te dragen. De eerste spreker is coördinator platformwerk voor diverse, FNV-sectoren. Zoals bij Deliveroo, Uber, Helpling en Temper. En gaat de strijd aan tegen de wel de lusten, niet de lasten mentaliteit en constructies. Hij is ook sectorbestuurder van FNV Flex en adviseur op het gebied van flexarbeid. Graag een daverend applaus voor Erik Pentega. Je krijgt van mij de groene microfoon. Je mag hier alvast plaatsnemen. En ik stel je alvast even een vraag ter introductie om ook even te kijken of de microfoon het doet. Ben je ooit zelf ZZP'er geweest? Nee. Nou, als kind voor mijn ouders die ZZP'er waren. Oké, dus je ouders waren ZZP'er. Wat deden zij? Bakker in een kruidenierswinkel. Vader bakker, moeder kruidenierswinkel. Ja. En daar is die droom ontstaan om bij de FNV te werken? Nee. Oké. Eigenlijk bij de buren. Bij de buren. Ja. Heel kort dat verhaal. Nou, heel kort. Ik kom uit een klein dorp uit Groningen. Ja. En in Groningen is alles op de stad gericht. Maar de stad komt op de duur naar het platteland. Dus ik kreeg ex-studenten, zeiden wij dan, hè, ja. In het dorp. En die waren politiek actief. Dat waren mijn ouders per definitie niet. Dat kan niet als kleine middenstander dat je duidelijk maakt voor welke partij je bent. En daar kwam ik veel over de vloer. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Okay. Die was wethouder in de gemeente en dan krijg je andere discussies. En het was al voor de PvdA ook. Ja, en dat blijft dan een beetje hangen. Oké, goed. En nu zit je vast in de polder. En nu ben je in 2018 hier in Eindhoven. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Maar in ieder geval wel de volgende spreker ook. Want dat is dan even mijn bruggetje. Want anders gaan we al in die discussie zitten. De volgende spreker die reist sinds 6 jaar de hele wereld over. En hij sprak met meer dan 400 ondernemers en experts en stakeholders op het gebied van platformeconomie. Nou, en de vruchten daarvan die worden vanavond geplukt. Hij is ook onderzoeker en internationaal expert op het gebied van schaalbare online platformen en dus onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Dan weet u dat ik het heb over Martijn Arets. En een groot applaus ook voor hem. Welkom. Kies een stoel. Ja, dankjewel. Ik geef je ook even de microfoon. Wat is nou de gekste plek waar jij terecht bent gekomen rondom het thema platformeconomie? Op de Poolcirkel. Op de Poolcirkel. Ja, zo mooi. Wat voor een platform kun je daar nou relevant maken? Heel veel ijs. Ja? Nee, daar zag je eigenlijk dat uiteindelijk hebben we het over platformen. Maar uiteindelijk gaat het ook over wat er gebeurt op platformen. Ja. En zo zie je eigenlijk dat ook heel veel samenlevingen ook echt als een platform zijn georganiseerd. En daar zag je eigenlijk een hele kleine community. Ja. Die eigenlijk in de winter, als de wegen waren dicht gesneeuwd, echt op elkaar waren aangewezen. Ja. En eigenlijk alle dingen waar we nu over praten via platformen eigenlijk gewoon in het
ja, zonder digitale middelen aan het organiseren waren. Dus die kochten bijvoorbeeld ook zelf samen de supermarkt op die failliet ging. En op die manier zorgden ze ervoor dat hun eigen omgeving leefbaar bleef. Een hele letterlijke vertaling van platformeconomie. Ja. Mooie metafoor. Hoe lang is dat geleden? Een jaar of 4. Oké. Okay. Ja, nou, interessant. Je komt op plek inderdaad. Mooi. We gaan straks horen hoe jij over de stellingen denkt. Maar ik ga eerst nog 2 mensen aan jullie voorstellen. De derde spreker, zijn ambitie is het om het grootste platform van Nederland te worden voor freelance werk. Hij is 1 jaar geleden begonnen en nu staat er een platform met meer dan 25.000 freelancers, 100 plus opdrachtgevers en 500 nieuwe opdrachten per week. Hij stond dus aan de wieg van Young Ones en ik heb het over Pim Graafmans. En neem de microfoon ter hand en beantwoord mijn introductievraag. Die gaat over wat is nou de gekste freelance dienst die wordt aangeboden? Mascotte. Mascotte? Ja. Dat je een mascotte bent? En dat je dan dat je dus in een pak gaat. Ja. En dan een dag mascotte mag zijn. Ja. Okay. En jij kan via data analytics toch wel zien of zo iemand dan ook geboekt wordt en... Is dat ook wel eens gebeurd? Ja, daar is zeker vraag naar. Dat vinden ze hartstikke leuk. Ja. Als het niet te warm is natuurlijk. Nee. Maar die markt is dus kennelijk nog... Dat is een niche, want er zijn niet 20 mascottes. Dan moet je natuurlijk wel echt expert zijn. Om in zo'n pak rond te kunnen lopen. Ja. Zou je zelf als freelancer ook je diensten aanbieden op jouw site? Ja, zeker. Maar niet als mascotte? Niet als mascotte, nee. Wat zou je dan aanbieden? Alles wat met kortlopende klussen te maken heeft. Ja. Ik weet wat voor mensen ik dan binnenhaal, dus dan ben ik heel blij. Mooi. Nou, je hebt het woord genoemd, kortlopende klussen. Ja. Het perfecte bruggetje kan eigenlijk niet naar de laatste spreker. We gaan kijken naar ook iemand die momenteel werkt aan een nieuwe start-up. Hij schreef ook met Wout Withagen een boek over het bouwen van online marketplaces. En hij is een rasondernemer, developer en de oprichter van onder andere Freshheads en Werkspot.nl. Graag een groot applaus voor Joost Gielen. Joost, ook voor jou de microfoon. Dankjewel. En ik zie de angst in je ogen. Wat voor vragen krijg ik in hemelsnaam? Ik zat al te denken van, wat zou die nou gaan zeggen? Ja. Niks even, over mascottes. Laten we gewoon heel rustig beginnen. Wanneer, op welk moment is dat idee voor Werkspot ontstaan? Het moment was 2004. Dan heb je vrij lang over de development gedaan, volgens mij. Een jaar, 2005. Oké. Okay. Dus zeker voor die tijd, zeg maar. Ja. Maar het moest inderdaad wel in de avonduren gebeuren. Ja. Het idee was, het klinkt iets minder sexy, maar we hebben het eigenlijk gewoon gezien dat het in Duitsland al een soort van succes aan het worden was. Ja. Dus we dachten, nou, wat daar werkt, dat werkt misschien in Nederland ook. Oké, ik dacht een mooi verhaal van een schuurtje wat je... Ja, daar heb ik lang over nagedacht om het te romantiseren, maar dan ga je vroeg of laat een keer door de mand vallen. Ja. Deze vraag heb ik al vaker gekregen, dus dan maar het eerlijke antwoord. Dan heb ik een andere vraag voor je die je waarschijnlijk nog niet eerder hebt gekregen. Welke klus heb je zelf uitbesteed waar je je eigenlijk voor schaamt? En wat je dus eigenlijk liefst niet voor een publiek zou prijsgeven? Ja, echt een heel klein... Een paar stukjes tegeltjes vervangen in onze keuken. Ja. Wat ik misschien achteraf wel zelf gekund had, maar ja, ik weet niet, ik durfde daar dan niet aan te beginnen. En altijd als ik het over mijn huis heb, dan zeggen mensen natuurlijk, oh, je laat altijd alles via Marktplaats doen. En dan zeg ik, nee, Werkspot heet dat. En, ja. Oh ja. Dus ja, dan moet je het ook wel zelf gaan gebruiken. Ja. Practice what you preach, inderdaad. Exactly. Okay. Nou, dat valt nog helemaal mee. Dat had veel erger kunnen gaan, volgens mij. Dankjewel. We gaan het nu trekken naar de inhoud. En voordat we jullie vragen om jullie mening, gaan we heel even nog peilen hoe het publiek erover denkt. Hoe zij in de wedstrijd zitten. En we gaan kijken naar de eerste stelling, die nog redelijk neutraal is, maar wel essentieel voor deze avond. Namelijk, de platformeconomie is de toekomst. Zeg je zeker, dan kun je zeker stemmen. Zeker niet. En onzeker is ook een optie. Dus dat mag ook. En dan kijken we ook even hoe we dat kunnen uitsplitsen naar leeftijd. Of er dan iets aftekent. Misschien, we zien in ieder geval dat de wat oudere mensen denken zeker. Met al hun levenservaring. Dus dat is mooi. En de rest is redelijk verdeeld als ik het zo zie. Maar er zijn ook nog een aantal mensen onzeker. In welk kamp hoor jij, Joost? Ja, ik heb het geluk dat ik niet ja of nee hoef te kiezen. Dus ik denk dat ja en nee kies. Ik denk dat de platformeconomie en online platformen heel veel mooie dingen brengen om handel tussen vragers en aanbieders samen te laten komen. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat zeg maar over een bepaalde termijn alle handel over platformen zal lopen. Ik zie het ook wel iets eenvoudiger. Ik denk dat het meer bijvoorbeeld vanuit de aanbod
Kamp zie als gewoon een nieuw verkoopkanaal wat bestaat naast bestaande verkoopkanalen. Ja, ja, ja. Ik ga over kanalen gesproken even een nieuwe microfoon in het leven roepen. Dat is deze, de rode. Dan kunnen jullie wat sneller op elkaar reageren. Ik wil ook aan jou vragen of je... ja, we gaan lekker dynamisch, niet het rijtje af. De platformeconomie is de toekomst. We kunnen natuurlijk ook zeggen nee, want het is het heden. Hoe sta je daar tegenover? Nou, ik wou wel nee zeggen, maar niet omdat het het heden is. Oké. Okay. Maar het is iets wat ze moeten vermijden misschien. Nou, deels wel, denk ik. Ja. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Omdat een deel ook van... Het gaat over economie. Ja. En het gaat tegenwoordig gelukkig ook heel erg over duurzaamheid en economie aan alle kanten. En dat gaat ook over hoe met mensen omgegaan wordt. Dus uiteindelijk mensen die werken voor platformeconomie. Ja. Daar heb ik nu wel de nodige commentaar op. Ja. Maar ik denk wel dat we dat gaan reguleren. En je zit natuurlijk veel in polders, in overleggen met bestuurders, met beleidsmakers. Doen wij gewoon op kantoor, hoor. Ja, ja, op kantoor, dat kan ook, dat is prima. Maar komen je nou die mensen die bijvoorbeeld bij Helpling op de website staan en die van bij Uber chauffeur zijn, komen die nou ook bij jou aan het bureau, al dan niet huilend? Nee, dat gaat dan toevallig weer wel net andersom. Je gaat huilend bij de bureaus? Van... Nee, ik zoek ze op buiten het bureau. Okay. Ja, ja, nee, als het dan even over Uber-chauffeurs hebt, bijvoorbeeld. Ja, wij hebben met een aantal collega's, die hier een paar van ook zijn. Ja. Zijn wij, nou, bijvoorbeeld voor in Amsterdam, dat is Uber vrij groot. Ja. Ja, P41, dat is dan voor het jargon, zal ik maar zeggen, een parkeerplaats bij Schiphol. Want de Uber-chauffeurs mogen niet bij Schiphol direct parkeren. Dat is nog aan de gereguleerde taximarkt alleen toegestaan met vergunningen. Ja. En op P41 gaan zij dan staan wachten. En dat is een heel goed moment om een gesprek met iemand aan te gaan. En dus wij gaan binnen een keer of vijf op P41 met taxichauffeurs gaan praten. En dan proberen we ze wel of ze een keer ook bij ons willen komen op kantoor. Ja. En dat is ook een paar keer gelukt. Oké. Okay. En krijg je dan eerst een beetje de emotie, maar krijg je ook echt argumenten waarvan je zegt, daar kan ik iets mee aan de onderhandelingstafel? Ja, nou, dit is eerlijk gezegd nog wel redelijk inventariserend. Hè? Uber wil graag nu al aan tafel, maar dat willen wij nog even niet. Oké. Okay. Omdat wij ook gewoon willen weten wat mensen zelf willen. En ja, het is niet zo dat we één eenduidig geluid daar nou gelijk uit krijgen natuurlijk. Ja. Dus er zijn mensen die overtuigd Uber-chauffeur zijn. Ja. En ook de truc achter het algoritme van Uber doorhebben en hoe ze dat kunnen bespelen. En die een redelijk inkomen weten te verzamelen. Ja. En vaak ook nog een partner hebben die inkomen hebben. Maar we komen ook mensen tegen die volstrekt van hun inkomen afhankelijk zijn. Ja. En dat besturingssysteem erachter niet door hebben. En bijvoorbeeld een veel te lang gesprek met ons daar op die parkeerplaats hebben. Want dat is natuurlijk dure tijd van hun dat ze daar staan. Ja, ja. Over dure tijd gesproken trouwens, dat is zo'n avond als dit natuurlijk ook. We gingen in het begin heel snel door de stellingen heen. Nu gaan we wat meer de verdieping zoeken. En dan komen we natuurlijk ook uit bij de wetenschap. En dan wil ik ook eens even weten of al die experts, of die dan ook zouden zeggen van nou in meerderheid, platformeconomie is de toekomst. Nou, op zich, wat ik eigenlijk de afgelopen 7 jaar zie gebeuren, is dat platformen eigenlijk in iedere sector opkomen. Ja. Zowel echt als een los platform, maar ook worden geïntegreerd in bepaalde bedrijfsprocessen. Ja. Dus ik denk zeker dat het toekomst heeft. En ik denk, de uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat het ook een toekomst wordt waar we ook als maatschappij achter staan. Ja. Maar zijn er ook gebieden die gevrijwaard blijven van de platformeconomie en de platformgedachte? Zijn er gebieden waar dat echt totaal niet aanslaat? Nee. Ja, kijk, uiteindelijk is het ook natuurlijk het doel heiligt niet de middelen. Oftewel, sommige dingen die kunnen het best gewoon prima gewoon in een buurt gewoon zelf worden geregeld. Dus eigenlijk op de plekken waar de voordelen van platformen, het verlagen van transactiekosten, uiteindelijk een positief effect hebben, daar zullen platformen in komen. En ik dacht eerst, het gaat maar in een beperkt aantal markten komen, maar je hebt ook platformen die bijvoorbeeld internationaal geld overmaken, tot een kwart van de prijs hebben teruggebracht en daarmee de banken hebben eigenlijk beconcurreerd. Ja. Dus uiteindelijk ook in de hoeken waar je misschien niet heel erg verwacht, zie ik wel dingen nog steeds gebeuren. Okay. Tot slot even Pim, de eerste reactie en daarna gaan we op elkaar reageren. Wil ik ook dat jullie je in de discussie gaan mengen. Vertel, hoe kijk jij hier tegenaan? Nou ja, ik denk sowieso de toekomst, als je hem omdraait, toekomst is zeker platformen.
Kijk, ik geloof natuurlijk, als ik het op mijn gebied besla, ik heb natuurlijk 12 jaar in de uitzendbranche gezeten. Als ik dan kijk wat daar de toekomst is, ja, dan heeft zo'n platform zeker effect. Ja, goed wat Martijn net ook al zegt. Ja, in de breedste zin van het woord, als ik kijk hoeveel platformen ik op mijn telefoon aan apps heb zitten, nou, dan ik maak daar heel veel gebruik van, op allerlei soorten manieren. Dus dan zeg ik van, ja, dit is voor mij wel een toekomst. Ja. Ja, dus jij had bij die eerste vraag had je alles op 10 gezet, bij zo'n spreken. Bij die 5... Nee, Tinder niet. Nee, precies. Okay. Het wordt gelivestreamd inderdaad, pas op wat je zegt. Oké, ik heb ook hier een hele mooie catchbox. Daar zit een microfoon in voor de mensen die dat niet weten. En ja, Erik, demonstreer even of hij het doet. Hij doet het. Ja, hij doet het volgens mij wel. Als het aanstaat, dan kun je hier ook gewoon door praten. Dus het leuke is dat we dan ook wat reacties kunnen ophalen uit het publiek. En iemand die bijvoorbeeld met zijn handen over elkaar zit, die wordt dan eigenlijk gedwongen om hem te vangen. Kijk, dat gaat hartstikke goed. Vertel, wat is jouw reactie op deze stelling? Hou hem goed bij je mond, dan kun je goed verstaan. Rob Inslie van Content Kings. Welkom. Ik ben dus bezig met het inrichten van platforms en dat soort zaken. Ja. Ik denk dat je er niet aan ontkomt dat platforms gewoon in heel veel gevallen transactiekosten gewoon dermate drastisch verlagen. Er zijn geloof ik zelfs platforms waar je tweedehands vliegtuigen per opbod kunt kopen en zo. Er zijn meest onwaarschijnlijke platforms die er zijn. En tot nu toe is eigenlijk er geen enkele sector aan ontkomen. Oké, okay, jij maakt dus zelf platforms, begrijp ik? Ondersteun dat of adviseer dat. Oké. Okay. En denk je dat we al het einde in zicht hebben of dat we aan het begin staan nog van de platformeconomie? Kun je daar een inschatting van geven? Ik denk wel dat er nog steeds platforms bij gaan komen. Maar je zult nu ook zien dat er gewoon op bepaalde punten gereguleerd gaat worden. Je gaat nu ook ontdekken, tenminste als ik naar mezelf kijk. De hype, de toestand rondom privacy en Facebook en Google. Die merk je van jezelf, nou wacht even, ik wil niet alles kwijt. En je wil ook niet dat op een gegeven moment één platform totaal alles gaat domineren. Want dan heb je eigenlijk ook geen concurrentie meer. Ja. Zit je dan uit principe ook niet op bepaalde platforms meer? Op een gegeven moment. Je gaat op een gegeven moment wel keuzes maken. Ja, dat merk ik wel. Ja, en heel concreet, welke keuze is dat? Facebook. Dat wordt gewoon, dat wordt even minder leuk. Ja. Ja, dus heb je verwel gezegd? Nou, mijn telefoon in ieder geval wel. En af en toe merk ik op mijn iPad, kijk nog eens. Maar dat wordt ook wel steeds minder, moet ik zeggen. Oké, goed. Nou, deze livestream wordt dus ook via Facebook gedaan. Ja, dus, pak je iPad erbij. Vangen? Ja, ik ga weer vangen. Dankjewel. Ik ga ook even aan deze kant kijken of er iemand is van de minderheid. Ik zie daar ook wat mensen zitten die geen man zijn. En ja, dus dat, ja, er werd weggedoken. Nou, dan krijg jij hem. Wat fijn. Je mag even in dat zwarte rondje praten en dan zeggen hoe jij denkt over deze stelling. Ja, ik denk dat de platform-economie zeker de toekomst is. Flexibiliteit is enorm belangrijk. Ja. Dus ik ben wel van mening dat het de toekomst is, ja. En wat is jouw rol? Waarom ben jij hier aanwezig? Ik loop momenteel stage bij Young Ones. Oké. Heb je nog klachten of wil je het ergens over hebben? Nee. Dan is dit misschien een heel goed moment. Nee? Oké, dan houden we het eventjes hierbij. Dankjewel. Het is trouwens wel mooi dat soms dan vechten mensen om de catchbox, de spreekdobbelsteen, en soms dan duiken mensen weg, zoals het op sommige bruiloften gaat als je dat boeket naar achter gooit. Maar dat ligt misschien ook aan de bruiloft. We gaan naar de volgende. Nee, we gaan nog even naar de reacties hier. Want het woord reguleren is al gevallen. Ik ben even benieuwd hoe FNV Flex dat denkt te gaan regelen. Ja, nou eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Nee? Proberen. Kijk, er is een aantal regels rond arbeid in dit land. Ja. Want voor ons wordt het interessant op het moment dat er mensen betaald werk via een platform gaan doen. Ja. En rond dat werk zijn al de nodige regels. Wat een deel van de discussie is dat mensen die met platformen werken, zal ik maar zeggen, of de producenten daarvan, ik weet niet precies hoe je dat moet noemen, die voeren een lobby op dat al die regels rond arbeid eigenlijk niet goed gemaakt zijn voor het technisch dingetje wat zij maken. Want zij hebben twee gebruikersgroepen, eentje die iets aanbiedt en eentje die iets vraagt. En dan hebben zij technisch iets dat bij elkaar brengt en dat was het dan. Ja. Maar dat is niet zo, want dan wordt betaald. Het is dus niet onschuldig, zeg. Nee, het is alles behalve onschuldig. Daar vindt betaald werk op plaats. En rond dit betalen hebben we een aantal spelregels in dit land met elkaar afgesproken. Nou, ik ben van FNV Flex. Wij zijn al een vrij flexibel land. 35 tot 40% van de mensen heeft geen vast
contract meer. Hele grote groep ZZP'ers. Maar hoe is dat dan in andere landen? Want het kan lang zo groot niet. Nee? Behalve Spanje zit. Wij behoren tot de top in de wereld wat dit betreft. Okay. Zelfs in Amerika kunnen ze er. Nou ja, in Europa in elk geval. Spanje zit wel dichtbij, moet ik zeggen. Maar vooral bij jongeren in Spanje. Dat is een enorme jeugdwerkloosheid. En dat wordt dus vooral met dat soort banen geprobeerd te bestrijden. Maar wat het. Kijk. In Nederland zijn we redelijk uniek dat we ook voor het uitzendwerk nog aparte regelgeving hebben gemaakt tussen de gewone werknemer en een ondernemer. En dan hebben we ook nog een uitzendkracht. En daar hebben we aparte regelingen nog voor. Ja. En wat ons betreft is dat breed genoeg, dat spectrum. Daar kan je mee flexibel werk inrichten. Maar iedereen moet wel die regels houden. Dat is ook altijd de discussie met. Met PIM? Nou, met de brancheorganisatie waar Young Capitals ook lid van is. Ja. Die willen een gelijk speelveld tussen de uitzendbureaus onderling, maar ook ten opzichte van opdrachtgevers in één keer. Nou, en dat gelijke speelveld, dat doe je met regels. Daar hebben we redelijk wat regels voor in dit land. Ja. Die moeten eigenlijk gewoon ook gehandhaafd en gehanteerd worden. Dus de wet DBA moet gewoon eens een keer ook nageleefd gaan worden. Want die staat on hold op dit moment. Alleen als je het heel bond maakt, kan je een controle krijgen. Nou, als ik dit gezegd heb, dan heb ik meestal, als ik dit op Twitter heb gezegd, inmiddels 15 ton bagger terug. Okay. Want de wet DBA is niet heel populair onder zelfstandigen. Nee, nou laten we dat gelijk even kijken. Maar dat is dus volgens mij wel de kant het op moet. En het bemoedigende zit erin, zal ik maar zeggen, als het nog even mag. Dat, ja, heel even. Ja, het is maar heel even. Ja. Dat bijna tot mijn verbazing eind vorige week, ook in het Financieel Dagblad, opeens Randstad en de ABU, dat is de werkgeversorganisatie van de grotere uitzendbureaus, zeiden van ja, dat ZZP, dat is wel een bom onder ons sociaal stelsel. Daar moet een bodem ingetrokken worden qua verzekeringen, wat je ook moet betalen. In die sfeer wil je een beetje eerlijk arbeidsmarkt houden. Ja, nou dan heb je de volgende stelling al bijna verklapt. Maar we gaan eerst nog heel eventjes naar Pim, want je wordt natuurlijk uitgedaagd om even wat ton bagger terug te geven. Maar misschien kunnen we het eerst even hebben over argumenten die werden genoemd van de uitzendbranche. Die heeft dan een soort uitzonderingspositie. Hoe denk jij erover, omdat jij ook daar een ervaring in hebt? Ja, nou ja, ik kom natuurlijk uit die uitzendbranche. En om het laatste te reageren, je wil een basis hebben. Ja. Geloof ik ook wel in. Tegelijkertijd komen wij natuurlijk vanuit de uitzendbranche. En wij heel erg gemerkt dat de regels die nu binnen de uitzendbranche geldig zijn, dat we die ons ook een stuk belemmerden om het werk flexibel te maken. Okay. Dus wij hebben het geprobeerd om het uitzendmodel toe te passen in een platform. En we liepen tegen een aantal zaken aan. Zoals? Zoals, je hebt bijvoorbeeld te maken met dat als ik vanavond hier iemand in de bediening zou willen hebben, dan moet hij hetgeen verdienen wat ook zeg maar hier in de CO is vastgelegd. Dus je hebt altijd gelijke betaling. Ja. Ik kan niet bijvoorbeeld zeggen als ik hier de manager ben van joh, ik heb vanavond iemand nodig, die bied ik even €20 per uur. Ja. Want anders wordt hij onderbetaald en dat willen we natuurlijk niet. Nee. Dus bied ik €20 per uur en dan kan ik mijn gat vullen zeg maar. Dan heb ik hier iemand rondlopen en dat kon al niet bij ons. Het kon niet binnen de uitzendbranche. Oké, die krijg je terug, denk ik. Ja, dat is gewoon flauwekul natuurlijk, want we hebben gewoon cao's in dit land. 800 zelfs. Hoe flexibel wil je het hebben? Als het hier om een horecabaantje gaat, daar is gewoon een horeca-cao. Daar staan de tarieven in, daar kijken ze ook wel naar. En daar is gewoon wat betaald moet worden. Dus een functie, je hebt hier bediening, staat gewoon in die cao. Ja. Nou, dat is alle maatwerk die je erop wil hebben, is er al. En dat heet een CAO. En wat is daar dan niet werkbaar aan? Nog één korte reactie en dan wil ik even naar het internationale perspectief. Nou ja, wat ik dus zie is je kunt daar heel goed vast personeel voor vinden binnen die CAO. Maar je kunt daar niet van afwijken. En wij lopen wel weer in die zin voor op de wetgeving. En dat loopt hierop achteruit. Ja. Ja, goed. Straks mag je erop reageren. Ik wil eerst eventjes naar de wetenschappelijke context en met name internationaal. Er worden verschillende dingen beweerd over dat Nederland en de platformeconomie in het bijzonder uniek zijn. Klopt dat, als je het vergelijkt met jouw ervaringen? Nou, op zich uniek. Als je kijkt naar de grootte van de platformeconomie is nog relatief klein
Maar ze pas uitgerekend iets van 0,4% van alle arbeid gaat via de platform. Okay. Dus uiteindelijk is ook vaak de discussie meer over het potentieel van waar het heen kan gaan. En nou, wat ik heel erg merk is ook dat uiteindelijk ook niet de hele discussie wordt gevoerd. Ja. Zeker, kijk, je hebt natuurlijk gig-platforms, cluster-economie-platformen die de business-kant bedienen. Zoals bijvoorbeeld een YoungWorks, YoungOnes. Ja. Maar je hebt ook heel veel platformen, zoals bijvoorbeeld de helplinks, de thuisschoonmakers, die uiteindelijk de consumentenkant bedienen. Ja. En daarin zie je dat uiteindelijk kluswerk als een aparte categorie wordt gezien, terwijl het daar onderdeel is van een veel grotere branche. Bijvoorbeeld een voorbeeld, takeaway.com, thuisbezorg.nl, die zeggen van oké, wij zijn goed voor onze mensen, voor onze couriers, want wij nemen de mensen in dienst, we betalen vakantiegeld, verzekering, alles op en eraan. Nou, waanzinnig. Maar uiteindelijk doen hun eigen couriers maar 1,4% van al hun bestellingen. En van de andere 96,8% van die bestellingen hebben geen idee. Het zijn in ieder geval de jongens en meisjes die door de Chinezen en door de snackbar worden ingehuurd. Hoe die arbeidsvoorwaarden zijn. Maar uiteindelijk als je weet dat je in principe alleen op delivery geen geld kunt verdienen. Nou, kun je ook wel uitrekenen dat die waarschijnlijk niet heel erg goed zijn. Ja. Dus het probleem is heel vaak ook in discussie. Dat we nu alleen praten over bepaalde arbeid waarbij de match wordt gemaakt via een platform. Terwijl eigenlijk het grootste deel van de markt eigenlijk gewoon in een heel erg gefragmenteerd circuit plaatsvindt, waar we eigenlijk niks vanaf weten. In welk land is nou qua platformeconomie al de toekomst? Welk land is het verst vooruit? Nou, de toekomst ligt eraan of je een leuke of een minder leuke toekomst wil hebben. Ik denk nou, als je allebei. Kijkt, in Amerika is kluseconomie eigenlijk veel en veel verder. Ja. Daar hoorde ik 4 jaar geleden al bepaalde podcasts over mensen, journalisten die dan een week lang hun geld gingen verdienen in de gig economy. En dat was niet heel erg leuk, wat die mensen daar deden. Of hun overkwam. Maar daar is het echt wel enorm aan het opschalen. Daarnaast zie je dat ook Engeland over het algemeen vaak voorloopt op dit soort dingen. Waar we hier in Nederland heel goed in zijn, is juist iets nieuws beginnen en snel vaart maken. En daarna verliezen we het. Een beetje het Hives. Ja, precies. Ja. Okay, ja. Ook een mooi platform ook, hè? Ja, precies. Net nog op tijd gekocht door een mooie corporate. Ja. Dus ja. Dat, nee, maar, even, ja, dus, maar uiteindelijk zie je wel, in ieder geval, eigenlijk meer het noorden van Europa daar wel heel erg op voorop loopt. Ik sprak toevallig vorige week de huidige directeur van Werkspot. En die zei van, goh, we hebben het ook nu ons model ook in Italië geprobeerd. Ja. Maar daar zijn mensen gewoon niet gewend om via zo'n mobiel device een bepaalde, of via een website, zo iemand in te huren. Dus daar hebben we eigenlijk onze goede doelstellingen voor de komende jaren gewoon enorm teruggeschroefd. Okay. Dus daar zie je ook echt een verschil tussen eigenlijk Noord- en Zuid-Europa. Oké, okay. Ja. Ik zie jou ook knikken, Joost. Heeft dat ook effect op jouw internationale strategie of richt je je juist vooral op Nederland? Je hebt zelf een microfoon trouwens. Ja, ja. Ik, voor de goede orde, ik werk niet meer bij Werkspot. Nee, dat is de oprichter. Ja. Ja, nou ja, destijds hebben wij ons echt op Nederland beperkt. Gewoon omdat we dachten van laten we eerst in Nederland de kampioen worden voordat we überhaupt naar een ander land gaan kijken. Het ligt heel erg voor de hand dat je, als je in Nederland iets goeds doet, dat mensen zeggen ga hetzelfde in België doen. Ja. Volgens mij is dezelfde grap altijd van er is geen één land zo ver weg als België. Ja. En ja, wij kwamen er eigenlijk al vrij snel achter van als je gaat internationaliseren, dan moet je het echt groots aanpakken, zoals wat Ronald nu op dit moment doet. Anders ga je eigenlijk je aandacht daarover verdelen. Ja. Ik heb wel veel collega's gesproken, ook in Spanje en inderdaad ook in Italië. Waarbij het inderdaad lijkt dat landen die zeg maar wat meer een debitland zijn, zeg maar, zoals wij dat in Nederland en in Noord-Europa kennen, die makkelijker adopteren zeg maar, aan zo'n platform dan de typische creditlanden, zoals in Italië of Spanje. Okay. Dus in die zin zou ik dat, als ik een internationale strategie zou hebben, die links laten liggen. Oké, okay, helder. Zijn er tot zover al vragen? Want het is natuurlijk ook mogelijk om een vraag of opmerking te plaatsen hierbij. Ik kijk even achter de pilaar. Dan gaan we verder met de volgende stelling. En die gaat ook over die gig economy. Daarbij kunnen jullie ook weer eerst je stem laten horen. De gig economy is een maatschappelijke tijdbom, is de stelling. Vind ik ook, is een optie. Vind ik niet, of vind ik leuk? Als je een beetje twijfelt of je denkt, ik heb het wel gezien. Dan kijken we even wat daar uitkomt. Het loopt tot nu toe nog redelijk gelijk op. Vind ik leuk, is ook een beetje als je het niet weet. En ik zie dat, het is wel interessant wat zich aftekent hier als je naar dat blauw kijkt, is dat de mensen in de creatieve sector, die vinden het een maatschappelijke tijdbom. In ieder geval het merendeel daarvan. Dat is wel interessant om waar te nemen. En tegelijkertijd
zijn zij als groep wel in de minderheid. Dat is wel interessant. Er zijn ook een paar mensen die stemmen niet, dat kan. Maar dan vraag ik u wel even misschien om uw mening. Ik heb hier verder geen mening over. Nee, nou, vind ik leuk dan. Ja, dat is mooi. Goed, dan ga ik ook even naar u toe. Heeft u een mening hierover? Nee, ik kijk heel geïnteresseerd en ik volg het eigenlijk alleen maar. Prima, oké. Okay. Is er iemand die wel mening heeft? Dat kan natuurlijk ook. Ik ga even hier buurten. Ja, een mening. Ik wel de indruk dat op het moment dat je als platformetje in Amerika ziet, zeg maar, dat daar dus mensen, dus algoritmes ingezet worden om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk voor jou uit te komen tijden laten werken tegen slechte arbeidsvoorwaarden, dat niet lang goed kan gaan. Dus ik denk dat het best wel mooie kansen biedt. Maar op het moment dat de arbeidsvoorwaarden niet goed tegenover staan, dat je daar wel een probleem gaat krijgen, inderdaad. En vooral op lange termijn. Dus geen pensioenopbouw, geen sociale zekerheid, geen verzekeringen voor als je arbeidsongeschikt bent. Dus ja, een beetje genuanceerd, maar ja. Ja, nuance mag in deze discussie. Kijk, dit is even om posities te bepalen en daarna kunnen we de nuance aanbrengen. We zien dat het erom spant, maar dat het een beetje 50-50 is met ja en nee. En dat heel veel mensen twijfelen of geen mening hebben. Laten we eens beginnen bij jou in dit geval. Is het, als je analytisch als wetenschapper kijkt, is het dan, ja, waarom lach je nu? Ja, ik ben officieel geen wetenschapper, dat scheelt. Nee, onderzoeker. Toch van, of ben je adviseur? Nee, ik heb deels mijn eigen bedrijf en deels werk voor de universiteit. Maar ik ben de enige HBO-onderzoeker daar op de hele afdeling. Dat is wel grappig als je het over disruptie, dat wordt daar heel als disruptief gezien. De vijand binnengehaald. En ik ben juist degene die een beetje probeert om een beetje die buitenwereld naar binnen te krijgen. Kijk eens aan. Oké, met succes kennelijk, maar je wilt dus geen wetenschapper genoemd worden. Maar dus zal ik je onderzoeker noemen dan? Ondernemer? Maar Martijn, maakt niet uit. Martijn. Wat jij wilt. Martijn, de gig economy is een maatschappelijke tijdbom. Goeie vraag. Ja, een stelling. Nou, dat ligt eraan. In ieder geval, het ligt eraan op wat manier we dat verder in gaan richten. Ja. Kijk, gig economy gaat ook heel erg van de heel erg echt afhankelijke banen van energie. In de zin van, je hebt een soort van, wat ik dan noem, commodity skills. Of iedereen kan dat. Mm-hmm. Tot echt unieke skills. Waarbij natuurlijk ook een verschil is in hoe afhankelijk je bent. Maar eigenlijk zou je ook wel de stelling gewoon kunnen veranderen van, niet zozeer de gig economy is een maatschappelijke tijdbom, maar uiteindelijk gewoon de flexibilisering van de arbeidsmarkt zonder dat daar goed op wordt ingespeeld is die tijdbom. Dat zou ik eigenlijk meer zeggen. Want uiteindelijk, wat eigenlijk in mijn beleving die gig economy doet, is eigenlijk een hele harde vinger op een hele pijnlijke wond die we hadden leggen. Ja. Waardoor een aantal discussies die we eigenlijk al veel langer hadden moeten voeren, uiteindelijk opeens veel, veel urgenter worden. En dat vind ik eigenlijk juist veel interessanter. En wanneer hadden we die discussie dan moeten voeren? Even qua tijdlijn? Geen idee, maar wel al eerder. Kijk, je ziet sowieso natuurlijk dat er in ieder geval flex groeit. We hebben hier in Nederland, is er een heel groot verschil tussen vast contract en inderdaad freelancer. Wij eigenlijk alle sociale zekerheden aan het contract hebben we vastgebonden. Daarnaast hebben we de drempel voor ondernemers, ik ben ook ondernemer, om mensen dienst te nemen, enorm hoog gemaakt. Ja. Waardoor het vervelend maar logisch is dat mensen uiteindelijk ook zich veel meer gaan richten op op het onttrekken van die verantwoordelijkheden. Wat ik ook heel erg merk binnen het platform die ik spreek, is die zijn allemaal wel bereid om heel erg veel te doen. Alleen die zoeken gewoon naar een manier, en daar kun je een hoop van vinden, maar die zoeken allemaal naar een manier om toch het goede te doen. En dat merk ik ook wel in de discussie, dat uiteindelijk ook de mensen, zeker als je ze ook individueel spreekt, binnen vakbonden, binnen platformen, binnen overheid, zijn allemaal gewoon slimme mensen, mensen die het beste ervoor hebben, die uiteindelijk ook voor de oplossing willen gaan. Maar je bedoelt dus niet alleen maar dat ze economisch gewin nastreven, maar ook dus een maatschappelijke taak op zich nemen. Ja, en dat is ook natuurlijk ook deels natuurlijk je eigen belang. Ja. Want uiteindelijk, kijk, een platform macht, want heel vaak praten we over platformen die heel machtig worden. Ja. Maar uiteindelijk, een platform is machtig bij de creatie van haar gebruikers. Ja. Bijvoorbeeld weer even naar thuisbezorg.nl. Ik woon in Houten, want ik woon eerst in Utrecht, maar nu heb ik kinderen, dus dan moest ik opeens de zat uit. Ja. En wat ik toen merkte is, stel bijvoorbeeld dat alle restauranthouders in Houten zeggen, goh, weet je wat, de thuisbezorgen, we zijn het niet mee eens. Dus wij gaan onze eigen brakke app gaan bouwen. Ja. En na 6 maanden trekken met z'n allen onze deals in met thuisbezorgd. Ja. Dan is thuisbezorgd in 1 keer in Houten gewoon dood. Hebben de inwoners wel een brakke app, maar hebben de restaurateurs, hebben in ieder geval de macht weer terug. Dus uiteindelijk die platformmacht, uiteindelijk moet een platform ook zowel vraag als aanbod continu tevreden houden. En zeker op het moment als er ook meer competitie op de markt is, is dat ook gewoon een issue. Dus deels is het een stukje idealen, maar ook grotendeels gewoon natuurlijk eigen belang. Ja. Merk jij dat ook, Erik, als je kijkt naar die platformeconomie en de mensen die jij spreekt, zijn ze ook idealistisch gedreven of maatschappelijk betrokken?
De mensen die het werk uitvoeren, bedoel je? Nee, de mensen die die platformen runnen, organiseren. Opzetten. Nou, nee. Dat proberen ze wel de hele tijd als schijn op te houden, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ik heb een eerder debat bij arbeidsrecht aan de VU meegemaakt met een van de oprichters van Temper bijvoorbeeld. Ja. Nou, die heeft ongeveer in dat uur durend debat, denk ik, 60 keer gezegd dat hij vooral geen werkgever wilde zijn. Had overal begrip voor, wou met iedereen praten, vond ook dat mensen het beter moesten krijgen, maar hij wou geen werkgever zijn. Ja. En daar gaat het eigenlijk precies om. Want ik denk, kijk, het kan ook twee kanten opgaan. Als er veel meer lokale apps komen, dan wordt het al een stuk beter eigenlijk, als dat in een kleiner verband gaat. Want wat je bij Uber ziet, is dat daar zitten hele kapitaalkrachtige partijen achter. Ja. Die kunnen 7 jaar verlies accepteren in Amsterdam. En daar heeft Uber namelijk nog geen cent verdiend. Die chauffeurs overigens ook nauwelijks. Maar het bedrijf dus ook niet. En dat is, uiteindelijk is dat alleen maar toewerken naar een monopoliepositie. Want het probleem in Amsterdam nu is dat daar 2 keer zoveel taxis rondrijden dan dat de vergunningstelsel in Amsterdam bedacht had. En dat betekent dus dat niemand meer een fatsoenlijke boterham in die taxi kan verdienen. En dat klaagden eerst de oude taxichauffeurs over toen Uber kwam. En nu klagen de Uber-chauffeurs daar ook over. Want die zien ook dat Uber door blijft werven. En dat is gewoon een markt kopen. En dat is wel waar het een tijdbom wordt. Want dan gaat de prijs niet naar beneden. Want als Uber daar de positie heeft, dan bepalen zij ook de prijzen. En ja. Anders wordt er gewoon geen taxi gebruikt. Ja, even advocaat van de duivel. Als je dan kijkt naar Uber, die hebben ook wel een probleem opgelost. Als je kijkt naar de gastvrijheid en de problemen rondom taxis, dan kun je ook zeggen, ze vragen er ook wel een beetje om. Nou, je hebt in elke branche altijd mensen die misschien niet helemaal gebruikelijke gedragscode hebben. Ja. Dus ik heb zelfs collega's die dat. Kijken nu mee, dus die denken dat is heel goed. Maar ja. Een collega en de haven die gewoon zegt dat ZZP'ers niet mogen bestaan. Dat doe ik dan nog net niet. Hè? Nee. En we hebben zelfs nog een bond ervoor. En die ook zegt dat robots gewoon de haven ingeflikkerd moeten worden. Want dat is het beste. Dus ik bedoel, iedereen heeft een beetje een querulant in zijn. En bij taxichauffeurs in Amsterdam stonden er inderdaad wel berucht om. Maar toch, zeg maar, is dat niet. Dat kan niet de reden zijn, zal ik maar zeggen, om daar dan een model in te zetten. Dat uiteindelijk al die chauffeurs. Want degene die we spraken, die nog een beetje inkomen verdienen, zitten wel 80 uur in die auto. Om een minimum inkomen te verdienen. Ja. Nou, wil ik niet al te moeilijk doen, maar dat lijkt mij niet helemaal in verhouding, zou ik maar zeggen, met wat we verder aan regels in dit land met elkaar bedacht hebben. Een minimumloon is voor 40 uur en niet voor 80 uur werken. Ja, oké. Okay. Ik wil even nog naar Joosten, want je zei in 2004 Werkspot opgericht en toen binnen een jaar ontwikkeld. Nou, knap. Maar heb je dit soort vragen jezelf toen ook gesteld toen je begon? Of was je gewoon eigenlijk aan het prototypen? Ja, het is zeker dat laatste. Ik denk dat misschien als je het innovaties zou noemen, ergens ook wel wat mooie is aan innovatie. Dat je ergens aan begint en eigenlijk nog niet weet waar het terecht komt. Ja. En nou, laten we het voorbeeld van Amsterdam, daar wilde ik nou net ook op inhaken. Het andere probleem hebben dan Uber, wat zeg maar, in mijn ogen als consument eindelijk het probleem oplost dat we voor het eerst betrouwbare taxichauffeurs in Amsterdam kennen. Want ik weet niet of je ooit met de taxi in Amsterdam hebt gereden, maar dat was 10 jaar geleden echt een hel. En een andere die je nu veel in het nieuws hoort is Airbnb. En ik kan me niet voorstellen dat de oprichters van Airbnb destijds op hun zolderkamertje zaten met een blauwdruk hoe ze de binnenstad van Amsterdam onbewoonbaar zouden gaan maken. Ja. Snap je? Dat is een ongewenst effect, zeg maar. Een ongewenst maatschappelijk effect wat nu zeker naar boven komt. Ja. Maar als we met z'n allen zo slim zijn geweest om betrouwbare taxichauffeurs in Amsterdam te regelen, dat je een dakdekker kunt vinden die je huis daadwerkelijk waterdicht maakt en kan vertrouwen en elk mogelijke pizza die je maar kan bedenken binnen 10 minuten aan je voordeur hebt, dan vertrouw ik er ook wel op dat we zo slim zijn om de problematiek die we net hier bespreken, dat we die ook al op gaan lossen. Makkelijk antwoord? Er wordt gelijk, de microfoon werd uit de handen gegrepen van Martijn. Okay. Een korte reactie alsjeblieft, Erik. Nou ja, kijk, volgens mij is het ook een illusie om te denken dat dat dan allemaal op die manier wel goed komt. En ik vind wel dat je als bedrijf de verantwoordelijkheid kan nemen, ook zo'n bedrijf als Airbnb, die er vervolgens dus. Je bedenkt misschien niet dat het zich ontwikkelt zoals het zich ontwikkelt. Maar als dat zich ondertussen wel voordoet en vervolgens gaan overheden vragen om informatie, om dingen te kunnen reguleren enzovoort. En je gaat dat actief lopen tegenwerken. Je gaat ook actief lopen lobbyen
om elke vorm van regelgeving op dat gebied weg te krijgen, dan heb je daar toch wel een verantwoordelijkheid in, lijkt mij. Zeker. En dat geldt van die anderen ook. Bovendien Joost even, vind ik kort. Ook niet elke Uber-chauffeur even vrolijk om bij in te stappen, eerlijk gezegd. Nou, dan kun je toch 1 ster geven. Ja. Ja, ik zeg ook niet zo zwart-wit dat die bedrijven geen verantwoordelijkheid erin hebben. Maar de vraag die gesteld werd is van, dacht je daar in 2004 aan? Ik bedoel, er zijn ook ongewenste effecten geweest wat met Werkspot met die markt gedaan heeft. En ik denk inderdaad, op het moment dat die ongewenste effecten zo daadwerkelijk hun uitwerking gaan hebben, ja, dan moet je zeker verantwoordelijkheid nemen en mee nadenken over hoe je met oplossingen kan doen. Niet alleen maar de vinger naar het bedrijf of de marketplace wijzen wat mij betreft, maar ook gewoon een rol voor samenleving, overheid en de markt zelf. Oké, okay. Martijn? Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik wilde zeggen. Kijk, kijk, wat je ook merkt, bijvoorbeeld het Uber bijvoorbeeld wat je gebruikt, inderdaad van oké, het zijn dus 2 keer meer taxis, waardoor uiteindelijk iedere chauffeur minder verdient. Daar is het ook natuurlijk gewoon, kijk, uiteindelijk, we gaan dit soort dingen alleen maar goed in onze maatschappij embedden, met als alle stakeholders, dus ook overheid, zich daar ook op het juiste mee bezighouden. Hè. Bijvoorbeeld in New York, wat daar is misgegaan. New York hadden ze eigenlijk jarenlang 13.000 taxivergunningen. Die dingen waren uiteindelijk ongeveer 1 miljoen waard, want ja, schaarste is, nou ja, prijs omhoog. Toen kwamen in ieder geval de F-based taxis, de Uber, Lyft en nog een aantal andere. Die kregen een aparte categorie. Goede lobby, maar uiteindelijk ieder bedrijf lobbyt, dus op zich, ja, moet je ook als overheid ook maar mee volwassen in worden. Maar uiteindelijk waren er in een aantal jaar tijd 80.000 van die taxis erbij. En iedereen snapt dat gewoon maatschappelijk gewoon enorm ongewenst is. De straten staan vol en de chauffeurs die hebben geen werk, plegen zelfmoord en een hoop narigheid. Maar uiteindelijk ligt er ook natuurlijk absoluut een hele belangrijke rol, ook bij overheid. Ook bijvoorbeeld bij een Uber. Want in ieder geval, hoe laat een overheid het zover komen dat er 80.000 auto's bijkomen, die van taxis in de stad. Dus uiteindelijk, heel vaak wordt er gekeken naar in ieder geval de platformen die het maar op moeten lossen. En de platformen die hebben daar absoluut een grote verantwoordelijkheid in. Als ik iets heb geleerd toen ik ook de gemeente Amsterdam adviseerde rondom Airbnb, een hele boeiende case, vooral als enige niet-Amsterdammer, was wel mooi, ja. Was uiteindelijk de enige manier als overheid hiermee om te kunnen gaan, is als je een platform onafhankelijke handhavingsstrategie hebt. Je moet niet even uitgaan van de goodwill van de platformen. Want er komen steeds meer platformen bij. En daarnaast, je moet ook gewoon heel duidelijk gewoon een visie hebben. Eigenlijk op de basisvraag, wat voor samenleving willen we? En welke rol kunnen platformen daarin spelen? En waar trekken we de grens? En daar moet je gewoon heel hard zijn. En ik merk gewoon enorm achterstand aan kennis. Bijvoorbeeld in België pas. Een minister zei van ja, we wachten tot Airbnb zegt wat we moeten doen. Want wij snappen niet hoe platformen werken. Nou, hartstikke eerlijk van hem, maar natuurlijk super schandalig. Ja, ja, klopt. Pim, even nog naar jou ook deze vraag. Ik zit hier een beetje daarin buiten als je het hebt over de Ubers en de Airbnb. Kijk, ik kan heel erg spreken namens de doelgroep die nu op ons platform zit. En hier gaat het gaat eigenlijk 9 van de 10 keer gaat het binnen de politiek over mensen die te weinig verdienen, die worden uitgeknepen, die inderdaad 80 uur staan te wachten. Bij ons de doelgroep is gemiddeld 22 jaar. Het zijn met name studenten of het zijn freelancers die al bewust hebben gekozen voor het freelancerschap. En die verdienen bij ons meer dan gemiddeld. Dus, en wat verdienen ze dan bij jou gemiddeld? Ja, gemiddeld €15 per uur. Ja. Bruto, hè? Dus dat is inderdaad even exclusief pensioen en dat soort zaken. Maar ze kiezen er wel bewust voor om freelancer te worden. En als je het ook in onze doelgroep vraagt binnen de jongeren, die zeggen ook van ja, pensioen, ja, ik weet dat het heel belangrijk is. Als ik straks wat ouder ben en nu niet voor mijn ouders aan het betalen ben. Ja. Dus, en daar kun je ook wat van vinden. Daar gaat het ook van, ja, moeten we ze dan... Ja. Daar vindt iets van, dat is heel goed, dat vind ik ook. Waar het om gaat is natuurlijk dat je kunt ook als overheid zeggen, we gaan ze op een andere manier informeren. Want als je de jongeren ook spreekt, zeggen ze van, ja, ik weet niet wat het inhoudt, zo'n pensioen. En aan de andere kant zeggen ze, ja, ik bouw misschien nu €100 op. Ja, die heb ik liever nu, dat ik die iPhone kan kopen of op vakantie kan. Dus via deze constructie kunnen ze veel meer zelf kiezen wat ze met hun verdiende centen doen. Ja. En stel nou dat iemand, een opdrachtgever, die komt naar jouw site toe en die wil dus inderdaad iemand, een student of een jong iemand daarvoor inzetten. Heb je dan een minimum vergoeding die je daar tegenover moet stellen? Ja, dat is minimaal €12,50. Oké. Okay. En waarom heb je dat getal gekozen? Nou, omdat we nu hebben gezegd van we pakken minimumloon plus 25%. Ja. En die 25% dat is dan waar je een stukje afdracht kunt doen. Dus dat is je reserveringen zoals je dat bij het uitzenden ziet. Ja. En dat is nu ook wat we
We zitten met die wet DBA, we zitten nu ergens middenin. Ja. De modelovereenkomst is niet meer, of is ook eigenlijk nooit echt afdoende geweest. Dus nu is het besluit van oké, dan maken we er 125% van. Okay. Dus minimum 12,50. Ja, daar wil iemand reageren die we al eerder aan het woord hebben gehad. Dus hopelijk kan het kort. Ik wil eigenlijk aan Joost even aan jou vragen. Ik kan me herinneren dat er een case is geweest met de AFM. Met Werkspot. Ah, ja. En toen jullie de prijzen wilden zeg maar opstuwen door een vaste prijs te stellen voor het vierkante meterprijs voor stukken bijvoorbeeld. En dat zei, dat mag niet, want je moet de markt zijn werk laten doen. En dat spreekt dus heel erg dit tegen. En dan hebben we het over een jaar of 10 geleden, denk ik. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat... Ja, dat was een mooi verhaal sowieso. Ik moest dan op het matje komen inderdaad in Den Haag. En wat we eigenlijk ons idee was dat we een soort van moderatie plaats wilden laten vinden op hoe die prijs dan tot stand kwam. Mm-hmm. Juist ter bescherming van de aanbodpartij om te zorgen dat ze dus niet enorm onder de prijs gingen werken. Onze eerste intentie was ook dat we zeg maar, hoe je bij marktplaats gewend bent om hoog te bieden op producten, dachten wij ga je omlaag bieden op diensten. Nou, dat is natuurlijk geen houdbaar model. Dus toen hebben we zeg maar zelf mensen met vakkennis in dienst genomen om moderatie plaats te laten vinden. Dus kijken van, weet je, als jij gaat stukken onder zoveel euro per vierkante meter, dat kan gewoon niet, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan moet je ergens anders futselen of je betaalt geen belasting of wat dan ook. Maar dat werd gelijk gezien marktmanipulatie of zo, zeg maar. Ja. En toen hebben we ook onze handen daar weer los van moeten laten. En uiteindelijk is het zelfs zo ver gekomen dat we... gewoon gestopt zijn met het publiceren van prijzen, zeg maar. Oké, dus dat is nog steeds de situatie? Ja, dat is nog steeds de situatie, ja. Okay. Ja. Maar heb je wel een indicatie dat je weet van, nou, dat is echt een soort vijfsterren stuker of ja, of dat anders? Sowieso. Stuk hebben we net natuurlijk nog niet echt aangeraakt. Ik had het wel net over van, ja, die betrouwbare taxichauffeur of die dakdekker van je weet dat goed. Dus dat is het hele transparantie- en betrouwbaarheidsdeel waar de consument natuurlijk in dat geval erg van geniet. Maar er zijn gewoon prijzen zeg maar, waar je in Nederland niet voor kunt werken. Snap je? Dat, ja. Nou, daar gaat het precies over, inderdaad. En ik wil heel even nog, ook omwille van de tijd, kijken of er één vraag nog is die we voor de pauze kunnen stellen. Is er iemand die nog een vraag of opmerking heeft, naar aanleiding van wat is gezegd of wat nog niet gezegd is? Ja, daar. Het is leuker natuurlijk om die catchbox te gebruiken. pas op voor dat glas, maar dat gaat wel goed. Alsjeblieft. Ja, tot nu toe gaat het vooral ook over wat het qua wat het gevaarlijk aan is, dat mensen te weinig verdienen, maar wordt eigenlijk weinig belicht wat voor kansen iets ook kan bieden. Een platform als YouTube, als je vroeger content creator wou worden, had je een hele kit nodig aan spullen en moest je een mediahuis bijna na gaan maken. En tegenwoordig heb je een mobieltje en kun je iets op internet gooien en kun je groot worden. Ik ben wel benieuwd. Om ook die kant is. Ja. Okay. Wat is jouw rol? Ben je een YouTuber toevallig? Of Nee. Ik kijk het wel iets te veel, maar dat is misschien mijn probleem. Okay. De kattenfilmpjes ook. Helaas, ja. Dus het YouTube-argument wordt hier genoemd. Dat wil ik wel even voorleggen aan iemand die daar als eerste wil reageren. Ja. Nou. Ja. Eens kijken. Uiteraard moeten we gewoon goed worden gesproken over de mogelijke gevaren en weeffouten in het systeem. Uiteindelijk, als je kijkt wat de platformen, ook als je een brede trek naar ook bijvoorbeeld social media doen, is uiteindelijk het individu empoweren om met minimale middelen uiteindelijk bepaalde dingen te gaan doen. Dus platformen verlagen drempels, waardoor je inderdaad bijvoorbeeld heel erg eenvoudig aan het werk kunt gaan, waar je bijvoorbeeld via crowdfunding heel erg eenvoudig geld op kunt gaan halen. Dus uiteindelijk... Wat de platformen in essentie doen is inderdaad het verlagen van drempels voor het individu om iets voor elkaar te krijgen. En dat stukje moeten we inderdaad gewoon goed voor elkaar hebben. Maar uiteindelijk liggen er natuurlijk ook heel veel kansen in. En dat zie ik ook, enerzijds heb je het inderdaad voor het individu. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de werkplatformen waar we het over hebben. Zie je bijvoorbeeld ook dat uiteindelijk die werkplatformen ook heel erg vaak een heel erg gefragmenteerde markt centraliseren. Waardoor je ook heel veel goede dingen kunt doen voor die markt. Er is bijvoorbeeld in Zweden een vakbond. Er zijn een paar hele vooruitstrevende vakbonden daar. Die dus aan het kijken zijn van, kunnen we bepaalde collectieve afspraken inprogrammeren in een algoritme. Want kijk, en dat is ook natuurlijk een beetje, kijk, uiteindelijk wat we nu een beetje praten is van de platformwereld versus de ideale echte wereld. Maar de echte wereld is ook natuurlijk ver van ideaal. Stel bijvoorbeeld, ik solliciteer ergens, is niet transparant waarom ik word afgewezen.
Dus uiteindelijk, Ivan, moeten we het ook een beetje in de juiste context plaatsen daarin. En daarin kunnen die platformen ook een bijdrage. En daarom ook, bijvoorbeeld ook met de vakbond, zou ik ook graag meer in gesprek willen gaan. Kijk, natuurlijk moeten we die basisdingen absoluut goed gaan regelen. Ja. Heel belangrijk. Ja. Maar ook gaan kijken inderdaad van, ja, hoe kunnen uiteindelijk ook die platformen bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Omdat ze ook drempels verlagen voor mensen met een afstand om bijvoorbeeld aan het werk te gaan. Ja. Goed geregeld, maar toch even een stukje verder kijken. Oké, mooi. Nou, ik zie dat er drie in ieder geval heren al op willen reageren. Dat is dan ook gelijk mooi de cliffhanger. Want ik vind het een hele mooie om hier straks op verder te gaan. We gaan even kort pauzeren, even de benen strekken. En dan gaan we over 10 minuten. Het is nu, hoe laat? 9:05? Ja. Nou, dan gaan we 9:15 verder. En dan gaan we het in ieder geval hebben over YouTube. En dan hebben we nog 2 verse stellingen voor jullie. En dan hoop ik dat we jullie straks allemaal weer terugzien. Tot zometeen. Ik zag in ieder geval dat dat Erik er heel graag op wilde reageren. Op in ieder geval het positieve geluid ook van een YouTube, van een platform. Dat heel veel mensen laagdrempelig in contact brengt met anderen. Met werk, met kansen. Zou het dan toch ook niet heel mooi kunnen zijn? Ja, natuurlijk kan het heel mooi zijn. Welk platform ben je nou echt fan van? Behalve dan YouTube. Nou, vind ik zelf inderdaad ook wat leuk. Ja. Nou, eerlijk gezegd ben ik dan ook nog wel van Worksport. Ja? Ja, en dat is dan... Thanks. Ja. Maar dat is natuurlijk wel interessant, want zou je dan als FNV-man... Heb je restricties? Mag je dan zelf niet met een Uber naar je werk bijvoorbeeld? Of dat nee, 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 nee. Ook bij ons zijn geen arbeidsverboden en dat soort dingen. Het is wel zo dat er een beetje voorbeeldgedrag gevraagd wordt. Maar je kan natuurlijk altijd zeggen research. Maar, we hebben P41. Precies, dus ja. Ik heb een Uber-rit naar Groningen om met die chauffeur te praten. Ja. Want dat kan dan mooi. En dan heb je ook extra lange ritjes. Ja. Ja. Ja, precies, zo doe je dat. Ja. Nee, natuurlijk, het kan ook wel. Maar kijk, het is ook niet zo... Ik wil een beetje anders aanvliegen. In onze ogen is het gewoon nieuw gereedschap. Dat is al veel vaker gebeurd. Ook met robotisering en anderen ook al veel eerder. Ook begin jaren 80. Vonden de havenmedewerkers het ook niet zo leuk. Maar hadden ze eindelijk een positie op die kraan verworven. En toen werd dat grotendeels geautomatiseerd. En moesten ze ook weer andere werkzaamheden gaan doen. Dus dan waren ze net van de schop af en zaten ze op een kraan. Dat was een promotie in feite. Dat werd wel wat moeizaam gezien. Maar dat is gewoon wel doorgaan en doorontwikkeld. En dit is ook nieuw gereedschap. Wat op zich op allerlei plekken ook nuttig en goed ingezet kan worden. En juist ook groepen kansen kan geven. Met thuiswerk, noem maar wat. Of, ja. Maakt het allemaal wat dat betreft makkelijker. Maar het punt is een klein beetje dat als het om betaald werk gaat, we gewoon met elkaar wat afspraken hebben gemaakt. En die afspraken hebben we gemaakt omdat we met elkaar een bepaald welvaartsniveau graag willen hebben. En een beetje mooi verdeeld. Voorbeelden die hier eerder aan de orde kwamen, die gaan snel over Anglo-Saxische landen, Engeland, Amerika. Daar denken ze daar allemaal een beetje anders over. Dat is het recht van de sterkste dood gewoon. Dat is in de Europese, dat heet dan het mooie Rijnland-model, zeg maar zeggen. Maar we hebben hier wat meer dialoog met elkaar en we willen dat wat meer effenen. En daar zijn wij wel tevreden over, eerlijk gezegd. Dus als je dat nou ook gewoon hier toepast, dan is er niks aan de hand. Dus als Young Ones gewoon de uitzend-CEO toepast met die app, wat collega's van hun ook doen, bij Adecco, Randstad, ik noem maar wat, die ontwikkelen overigens ook zo'n zzp-bemiddelingspoot erbij. Ja. Maar dat doen ze allemaal omdat dat goedkoper is voor de inhuurder. Daarmee koop je markt en daarmee koop je je eigen positie in. Ik hoor een aanval. Dat is een goed begin van de tweede helft. Ja, dan mag je even pareren. Ja. Nou ja, nee, dat grappig, want daar vroeg de heer Koops van ABU ook bij ons. We hebben hem uitgelegd waarom dat dus niet kon. Kijk, wij willen uiteindelijk wel ergens naartoe dat er een bepaalde regelgeving omheen komt. We zijn het ermee eens. We zitten nu in een omgeving waar heel veel grijs gebied is. Maar er zijn gewoon een aantal zaken binnen die uitzend-CAO, binnen de uitzendovereenkomst, waardoor het aanbieden nu van flexwerk gewoon heel lastig is. Voor opdrachtgevers, een goed voorbeeld is PEC,
Hè, dat is een van de uitzendbureaus die dat op uitzendbasis aan het proberen is. Waar we gewoon heel erg praktisch tegenaan liepen, is dat je nou geen 100, maar 50 zaken moet invullen om een opdracht te kunnen plaatsen. Omdat er zijn natuurlijk bepaalde regels bedacht. We moeten natuurlijk we moeten alle lonen, toeslagen, weekendtoeslagen, alles moet ingevuld worden. En daardoor werd het voor een opdrachtgever ook niet meer interessant om een opdracht te plaatsen op ons platform. Ja, maar dat vind ik dus nou echt flauwekul, hè? Want al die formulieren die zijn ergens vandaan gekomen. Ik kan af en toe eens een keer weer denken, kan niet wat minder, misschien wel. Maar de meeste zijn toch tot stand gekomen omdat er steeds misbruik van regels gemaakt is. En in een CAO maken we afspraken met de branche over hoe we een aantal dingen doen. Waarom, want jij vindt dat allemaal ingewikkeld. Ja, we hebben nou een keer 800 CAO's in dit land, omdat we zeg maar via de wet alleen de minimumdingen regelen. Ja, we hebben een wettelijk minimumloon. In dit land althans, heb je in Scandinavische landen overigens weer niet. Er wordt alles via de CAO geregeld, ook het minimumloon. En we hebben een arbeidstijdenwetgeving, omdat we daar wat grenzen in zitten. Maar in de arbeidstijd staat geen enkele toeslag. Die hebben we in al die CAO's geregeld. En dat hebben we gedaan omdat mensen vinden dat er wat extra beloning mag zijn op vervelende werktijden en zo. Dat opdrachtgevers dat lastig vinden en ook duurder vinden, dat snap ik allemaal wel. Maar daarmee is het niet omdat we nu een nieuw apparaat ontwikkelen waarmee vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt, zijn het niet opeens overbodige regels geworden. En dan is het wel, ik moet toch iets, kijk, op het vriendelijkste zeg ik van dat jullie er op tijd bij zijn om de verliezende uitzendmarkt met een nieuwe markt in te kopen. En als je het niet vriendelijk zou zeggen? En als ik het niet vriendelijk zeg, dan zeg ik van jullie maken je eigen markt kapot, omdat je goedkoper, dus via een ander model, je de markt inkoopt. Dus Young Capital, dat bestaat over een aantal jaren niet meer, omdat via Young Ones precies hetzelfde werk wat tot nu toe via uitzend, met de uitzend CAO, jaren goed heeft gekund, nu via Young Ones wordt gebeurd op ZZP-tarieven, waardoor het voor de opdrachtgevers twee derde van de kosten lager wordt. Ja, dan koop je de markt dus wel. Dus jullie zijn gewoon bewust bezig. Dat heb je ook met andere loten aan Young Capital al eerder gedaan. Met contracting, aanneming van nu werk. Gaat die niet-vriendelijke toon wel heel lang door. Oh, nou ja, ik dacht dat je hem... Het punt is gemaakt. Dus tijd voor wederhoor, maar je zit goed in je rol. Nou ja, ik vind het mooi wat je... De vraag is dus, wat is die toegevoegde waarde van die CAO voor die opdrachtgevers? Kijk, je zegt ook van... de CAO is er om bijvoorbeeld de niet leuke tijden aantrekkelijker te maken. He, dat hoor ik jou zeggen. Nou, kijk naar de horeca-CAO, daar zit geen toeslagen meer op. Zondag, zaterdag. Wat heb je nu? De uitzendkrachten van Young Capital, die willen niet meer werken op zaterdag, zondag. Want ze krijgen gewoon 100%. He, dat is een beslissing die in de CAO is gemaakt. Maar ze krijgen die betaald. Vervolgens, dan kom ik weer terug op dat voorbeeld. Die mensen kunnen ze nu wel binnenhalen voor 20 euro. Het gaat niet om dat een opdrachtgever minder gaat betalen. Sterker nog, bij Young Ones betalen de meeste opdrachtgevers meer dan aan uitzendkracht. Niet in totaal, daar geloof ik niks van. We gaan ook al zijn die tarieven voor de uitzendkrachten wat mensen zelf krijgen. Maar daar krijgen ze niet het hele gratis sociale zekerheidspakket bij. Dat vraagt ook niet elke jongere om, dat snap ik ook wel. Maar het zijn niet alleen jongeren die in de horeca werken. Dat beeld is er zo langzamerhand wel. Dat is ook niet een van de beste CAO's. Die hebben wij overigens op dit moment ook niet getekend, omdat er één regel in dit land nog ontbreekt, namelijk dat alleen de FNV eigenlijk CAO's zou mogen afsluiten. Ja. Maar ook andere werknemersverenigingen mogen dat. En die tekenen af en toe bij het kruisje. Dat is al lastig zat in deze hele discussie. Ik ben met je eens dat die CAO... Maar daar is dus al een paar keer strijd over geleverd. Dat is niet omdat... Je zegt het zelf. Mensen willen gewoon op zaterdag extra geld krijgen. Dat is zeg maar al in die CAO-onderhandelingen verloren. En een markt die al in een hoge mate geflexibiliseerd is. Die CAO is meerdere keren door de FNV niet getekend geweest vanwege de slechtheid van de afspraken die erin zitten. En daar worden nu krokodillentranen gehuild. Omdat er nauwelijks meer mensen te vinden zijn die het nog willen doen. Nee, omdat een heleboel anderen, en daar zijn de apps dan wel weer goed voor, markten mensen aanzienlijk meer kunnen verdienen. Zonder zo'n behandeling van de horeca erbij te krijgen. Oké, ik wil het CAO-overleg hier even staken en heel even nog naar Joost gaan. Want volgens mij had de inbreng rondom YouTube wel zeker een punt dat we misschien te vanzelfsprekend de voordelen van platformen niet benadrukken en daar overheen stappen. Als we even één stapje terug doen,
Wat zouden dan nog de voordelen zijn van die platformen zoals YouTube, zoals andere platformen? Zijn er ook platformen waarvan je zegt, die ken je waarschijnlijk niet, maar die is ook heel, heel goed en nuttig? Nou, ik denk dat er een aantal wat meer algemene voordelen zijn. Het is inderdaad knap hoe we gelijk weer in de nadelen zaten, terwijl we daar eigenlijk al heel veel zouden gaan hebben. Ja. Ik denk dat er een aantal voordelen zijn die bijna voor alle platformen van toepassing zijn. Dat zijn de klassieke dingen waar wij vier misschien iets te snel overheen stappen, omdat we daar zoveel mee te maken hebben gehad. Maar je hebt natuurlijk snelheid, zeg maar, wat gigantisch anders is dan voorheen. Als ik een voorbeeldje mag geven hoe het bij Werkspot ging. Als jij vroeger je huis wilde stukken en je vroeg drie offertes op bij drie verschillende stucadoors, moest je 2 weken wachten en je ontving er 1 in plaats van 3. Dit is dat geromantiseerde verhaal. Ja, dit is een deel ervan. Nou, wel de werkelijkheid. Of je zet het op Werkspot. Ja. Je loopt naar de Albert Heijn, je doet je boodschappen, je komt terug en je hebt er 5 in plaats van de 3 die je gevraagd had. Dus dat is snelheid. Je hebt transparantie. Waarbij je dus voorheen echt geen idee had wie je binnenhaalde. Wat dus ook een beetje met kwaliteit te maken heeft. Kun je nu zien wat andere opdrachtgevers van die specifieke dienstverlener vonden. Voordat jij met hem of haar in zee gaat. Laagdrempeligheid. Eentje die ik altijd noemde in het romantische verhaal, maar waar ik nou een beetje terughoudend in ben, is prijs inmiddels natuurlijk. Ja. Maar ik was van mening dat je de beste prijs betaalde voor de dienst. Laat ik het dan prijskwaliteit noemen. Ja. Maar goed, dat zijn denk ik dingen die generiek zijn voor marketplaces of vraag en aanbod. Of online vraag en aanbod algemeen. Maar, heb je ook wel eens een platform gezien dat je dacht van, dat is zo mooi, ik zou willen dat ik dat bedacht had? Ja, keer op keer. Noem maar 1. Ik vind Airbnb echt gek. Ja. Dat is misschien ook omdat ik er zelf veel gebruik van maak. Ook weer mooi aan vind is dat het helemaal uiteraard weer niet de eerste partij was die dat ging doen. En eigenlijk iets deed wat, of doet wat al lang bestond. Maar ze hebben dan weer een aantal dingen zo goed aangeraakt, naar mijn mening. Misschien een stukje naar design toe, zeg maar. Ze hebben alles zo laagdrempelig gemaakt. En het hele onboardingproces voor nieuwe verhuurders hebben ze zo lekker gemaakt, zeg maar. Dat ze daarmee denk ik al een heel deel marktaandeel, of een groot marktaandeel aanspraken. Ja. Dat vind ik, zeg maar, als ook als developer of productman, zeg maar, gewoon te gek. Oké, goed. Even kijken. Ik ben ook wel benieuwd. Wat is jouw favoriete platform? Marktplaats. Ja? Ik heb jonge kinderen, dus ik koop alle 2 via Marktplaats. Ja. En onderhandel je dan heel lang over de prijs? Nee, ik niet. Maar ja, mijn vriendin wel. Maar die koopt vooral tweedehands kinderkleding op Marktplaats. Okay. Dus we krijgen 4 keer per week een postbode die pakketjes bezorgt. Okay. Tegen een redelijk slecht tarief natuurlijk. En allemaal apart bestellen natuurlijk. Ja, zo gaat dat, hè? En kijk, voor de rest maak ik eigenlijk gebruik van alle platformen die er maar zijn. Ja. Ook Uber. Kijk, want inderdaad, ja, de beste manier om te weten wat er gebeurd is en hoe die app werkt, is door te gebruiken. Ja, je hebt een perfect excuus eigenlijk om al dat soort dingen uit te testen. Ik wou zeggen, ik bestel gewoon 10 pizza's elke avond. Ik zet ze ook gewoon op de zaak, dat is makkelijk. Ja, ja. Zeker. Heel goed. Pim, jou niet je eigen zaak noemen? Dat, Nee. Nou, wat ik. Ik vind Uber heel tof om te gebruiken. Maar dat komt eigenlijk omdat ik uit Gilze kom, uit een gat. Ja. En daar hebben wij dat allemaal Uber? Niet. Ja. Dat is precies het probleem. Ja. Wij hebben dat dus niet. Ja. Daar maak ik niet zo... Nou, ik vond wel mooi toen ik op een gegeven moment met Fiverr in contact kwam. Ja. Dat had ik gebruikt om... Voor de mensen die... Wie kent Fiverr? Nou, dat is heel goed, maar dat is de minderheid. Dus ja, leg eens uit wat Fiverr is. Een Amerikaans platform eigenlijk... Israëli's, maar goed, ik zat op de Amerikaanse website. In ieder geval was het zo dat ik kon daar dus, je kunt daar van alles voor $5 kun je mensen bepaalde opdrachten laten doen. Je kunt tekst laten schrijven. Maar goed, ik gebruikte het dus om een verjaardagsfilmpje te laten inspreken door een of andere maloot. En dat kreeg ik dan als ik het snel wilde. Waarschijnlijk. Snel wilde, moest ik $6 betalen. En als ik een dag wilde wachten, 5. En dat was hartstikke leuk. En dat ging de hele vriendengroep rond. Ja. Dus ja, en hij had weer werk. Ja. Of zij. Ja. Goed betaald. Ja. Ja. FNV ook blij, inderdaad, denk ik. Ja, FNV, ik heb ook iets goeds gedaan. Wat is jouw favoriete platform, Erik? Nou, ik kom eerlijk gezegd ook niet verder dan Marktplaats. Maar dan als verkoper, want die van mij zijn wat ouder. Het kan zo best dat jullie straks een highway organiseren hier. Ik heb zelf nog wel een interessante die ik laatst tegenkwam. Dat is Home Instead. Zij doen... een soort thuiszorgorganisatie waarbij ze ook dus een soort platform organiseren. En ze maken dus ook een soort match tussen vraag en aanbod. Ook disruptive, maar in een heel ander segment. Dan wordt het natuurlijk wel, dan wordt het heel anders. Want mensen, een overnachting, dat is nog tot daaraan toe. Maar thuiszorg, dat,
daar kom je niet aan. Dus op alle gebieden volgens mij gebeurt het. Tijd om de volgende stelling erin te fietsen. We hebben nog een stelling voor jullie over de macht van platformaanbieders en dat die moet worden beperkt. Je kan zeggen goed idee, slecht idee of geen idee. En we segmenteren dat deze keer naar geslacht, zodat we kunnen zien of daar misschien ook nog een functie in zit. De mannen zijn in ieder geval sneller, dat kan ik wel zien al aan deze score. Maar dat zegt nog niks. Misschien andere mensen er wat beter over nadenken. We hebben al 35, 40 stemmen bijna binnen. Joost, wat is jouw... Want we beïnvloeden nu de stemming niet meer zo erg. Wat is jouw antwoord? Dat hebben we natuurlijk eerder al aangeraakt. Ik heb net al aangegeven dat ik het te makkelijk vind om zeg maar de vinger direct te wijzen naar de bedrijven en de platformen. Iets genuanceerder zou ik zeggen. Ja, je moet daar zeker je verantwoordelijkheid in nemen. Maar zoals je ziet bij heel veel innovaties en heel veel economische ontwikkelingen zijn er nou eenmaal ook, en in dit geval maatschappelijke ongewenste effecten die erbij komen kijken. Ja. Maar de oplossing daarin ligt niet alleen door de macht van het platform te beperken. Ja. De meerderheid zegt het is een goed idee. De macht van platformaanbieders beperken, dat moet toch een steun in de rug zijn? Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel, ja. En gebeurt dat al genoeg? Nou nee, het gebeurt nog niet genoeg, maar er is natuurlijk wel de nodige discussie over, ook politiek. En ook op een onderdeel wat nog niet zo heel veel aan de orde is geweest, maar de sturingsmechanismen die in die plaatsen, de algoritmes, en hoe zitten die eigenlijk in elkaar? Het is bij heel veel mensen nog steeds het idee dat dat iets wat zomaar van boven komt. Maar dat is net zoals zeggen de eerste computers die overal de schuld van kregen. Hè? Als er iets niet goed ging, dan zei degene die erachter stond van ja, het komt uit die computer en verder weet ik het ook niet. En dat gaat bij deze dingen ook zo. Maar dat is er dus wel ingestopt. Daar heeft iemand keuzes gemaakt van wat wel en wat niet gemeten en met elkaar vergeleken wordt en waar signalen uit gaan komen, hoe dat zit. Nou, daar is volgens mij wel redelijk wat discussie over en dat daar ook dus meer transparantie over moet komen, want dat is dus wel iets waar je eigenlijk over zou moeten onderhandelen, van waar word je dan op afgerekend? Ja, dus dat het geen black box is, maar dat het transparantie is. Oké, dat wordt beaamd. Ik zie ook, als ik even naar Airbnb kijk bijvoorbeeld, wat net al een aantal keer werd genoemd, zie ik internationaal gezien in Barcelona en Berlijn dat van onderop dat mensen daar tegen in verzet komen en dat ze eigenlijk in plaats van wachten op de overheid dat ze zelf maatregelen nemen en bepaalde wijken het gewoon gaan verbieden. Is dat ook een tendens waarvan je zegt dat daar gaan we nog meer van zien en andere platformen moeten daar ook rekening mee gaan houden? Ja, ik denk natuurlijk, als je natuurlijk zag toen Uber Pop in Nederland kwam, dan weet je uiteindelijk ook dat de taxichauffeurs niet zoveel geduld hebben als de overheid. Ja. Dus dan weet je gewoon dat het een keer misgaat, dus daar zit het gebeuren. Ik denk dat mensen wel steeds vaker inderdaad hun ongenoegen gaan uiten. Maar het blijft dan best lastig natuurlijk uiteindelijk om dat soort dingen ook lokaal te blokken. Ja. En ik denk ook, als je kijkt naar de stelling van die macht platformaanbieders, ik denk in de meeste gevallen niet. Maar ik vind dat we als maatschappij gewoon veel meer controle moeten hebben over de platformen. Zodat we uiteindelijk de platformen opereren volgens de regels die wij als maatschappij stellen. En dat is het probleem. Bijvoorbeeld bij Airbnb Amsterdam, reken betrokken bij geweest. En wat je daar zag is, de gemeente Amsterdam heeft al in december 2014 wetgeving gemaakt. Maximaal 60 dagen, 4 personen, geen sociale huurwoningen verhuren via platform. En tot op de dag van vandaag hebben ze geen idee hoe ze het moeten handhaven. Nee, precies. En daar ligt natuurlijk uiteindelijk in ieder geval de grootste uitdaging. Kijk, regels bedenken, prima. Maar het grootste probleem met platformen is uiteindelijk ook volgens dat stukje handhaven. Alleen daarvoor heb je uiteindelijk ook gewoon veel meer kennis bij die overheid nodig om het ook in goede banen te leiden. Ja, ik las ergens, en dat was niet op de speld, kan ik je verzekeren, dat Amsterdam zelf een Airbnb wilde gaan beginnen als tegenwicht. Ik weet niet of het marketingstunt was, maar zou dat een goed idee zijn? Omdat wat jij zei eigenlijk van houten, als je dan alle restaurants verenigd. Nou, het probleem met Airbnb voor zo'n concept is dat het redelijk kansloos is. Kijk, als je ook hebt over platformen, kijk, voor sommige platformen is het platform ook nodig. Ja. Uiteindelijk om ook voor alle gebruikers het juiste effect te creëren. Terwijl bij sommige andere platformen juist eigenlijk meer een soort van hyperlokaal netwerkeffect kan worden gecreëerd. Ja. Bijvoorbeeld die thuisbezorgd heb je een lokaal netwerkeffect of hyperlokaal. Dat heb je ook bijvoorbeeld bij een helpling. Een schoonmaker gaat nooit 3 uur in de trein naar Groningen zitten om een huis schoon te maken voor 2 uur. Maar een Airbnb, daar zie je dat mensen dat vraag en aanbod van andere plekken van de wereld komen. Dus uiteindelijk moet je dan gelijk, als je een alternatief biedt, eigenlijk gelijk ook een globaal alternatief kunnen gaan bieden. En dat is super moeilijk.
Ja, dus anders dan blijft het een soort gimmick in Amsterdam. Ja. Ja, kijk, wat je wel ziet gebeuren is dat steden nu ook gezamenlijk hun ervaringen gaan uitwisselen. Ja. En wat wel zou kunnen gebeuren is dat bijvoorbeeld bepaalde steden misschien in een netwerk een soort van platform gaan oprichten. Maar kijk, het lastige, wat ook vaak een denkfout is, zeker vanuit bestaande organisaties rondom platformen. Heel vaak hoor je aan platform, ja jongens, maar dat is een app, dat is een website. Maar bij Uber werken 16.000 mensen op kantoor. En geen enkele chauffeur bij. Dus uiteindelijk het runnen en neerzetten van een succesvol platform is meer dan alleen maar die app bouwen en een paar developers. En dat is wel iets, uiteindelijk ook als je het hebt over de verdienmodellen van die platformen, ook iets wat je wel in gedachten moet houden. Uiteindelijk, het kost gewoon heel veel. Kijk, wat bijvoorbeeld de hotels doen met Booking.com, is eigenlijk hun hele marketing en sales outsourcen naar een platform. Ja. De keuze hebben ze zelf gemaakt. Nu zitten ze daar redelijk vast in. Maar uiteindelijk, daar zie je wel dat uiteindelijk is het de vraag van, ja, is het eigenlijk die toegevoegde waarde die platform biedt, weegt het op tegen het geld wat je ervoor betaalt. Maar goed, op een gegeven moment zit je dus in een soort val, want dan zeg je, ja, het platform Booking.com is nu zo groot dat zij kunnen, door die machtspositie, kunnen ze zulke prijzen vragen dat je eigenlijk daar niet meer onderuit kan. En is dat dan wenselijk of zeg je van, ja, dat is gewoon de markt? Dat is niet wenselijk, maar wat je daar nou ziet, dat er ook uiteindelijk ook wel een stukje ondernemerschap vanuit die hotels wordt gevraagd. Bijvoorbeeld in Frankrijk heb je bijvoorbeeld Fairbooking.com. Zijn hotels die zijn eigenlijk samen zijn die een Booking.com variant aan het bouwen van hun eigen hotels. En daarbij geven ze dus natuurlijk je voordeel ook aan de klanten als ze boeken via het platform. Ik heb pas een onderzoek gedaan naar platformcoöperaties. Oftewel, dat zijn dus aanbieders, bijvoorbeeld schoonmakers of taxichauffeurs, die eigenlijk zich verenigen in een coöperatie, gezamenlijk investeren in technologie en daarmee lokaal een tegenwicht proberen te bieden. Het zijn allemaal hele moeilijke modellen, maar uiteindelijk zie je daar dat uiteindelijk ook daar nog heel veel kansen liggen om voor mogelijke andere modellen. Okay. Dat heet in Amsterdam de taxicentrale. Dat zijn ZZP'ers. Even met microfoon misschien dan. Ja. Nou ja, ik zei, de grap van dit is dat in Amsterdam dat de Amsterdamse taxicentrale heet. Want dat zijn ook zelfstandige chauffeurs die een gezamenlijke centrale hebben. En die worden dus nu door Uber weggedrukt. Maar goed, zo is Friesland Campina ook begonnen. En dat zijn natuurlijk ook een soort tendensen die je altijd terug ziet komen. Maar de vraag is dan, op een gegeven moment zijn die te groot. En als bijvoorbeeld Google met jullie gaat concurreren en ze hebben een model wat een beetje op jullie lijkt, maar ze gaan er net een paar cent onder zitten, dan weet jij wel dat het een lastig verhaal wordt. Ja, dus moet je, kijk, op een gegeven moment, die bedrijven die zijn natuurlijk op een bepaalde manier ook weer log. En die komen dan wel naar Nederland. Kijk, Uber, begin van de week ook, Uber Work, komen ze dan mee naar buiten. En dan denk ik van, oké, ja, goed, je hebt je platform, je hebt de techniek. Maar ken je dan ook inderdaad alle wetgeving en dergelijke wat per land geldt? Dus met Google Jobs ook hebben we ook, en daar spreek ik over toen ik bij Young Capital werkte, hadden we ook wel zoiets van, wat komen die hier nu doen? Maar ik denk ook dat je als partij of als platform jezelf ook gewoon moet blijven ontwikkelen en disrupten en die grote jongens ook weer aan kunt. Kijk, hetzelfde voorbeeld, en dat zit dan even een beetje in onze samenwerking met Freshheads. Als je het hebt over het design. Kijk, er zijn allerlei partijen die nu dingen aan het doen zijn. Maar zo is Microsoft ook begonnen en is Apple erachteraan gekomen. Dus je kunt ook gewoon een hartstikke goede follow-up zijn. En dat is ook hoe wij wel kijken als wij ons platform ontwerpen. Kijken ook heel erg van, wat doen anderen nu? Dit werkt niet, dit werkt wel. We gaan er met elkaar echt richting design. Van, joh, wat moeten we nu echt hebben om anders te zijn dan bijvoorbeeld zo'n Google Works? Ja. En je vindt het dus geen probleem dat Microsoft en Apple, die zo groot zijn dat ze zoveel keer het bruto nationaal product hebben van alle Baltische staten bijvoorbeeld, en dat ze dus ook gewoon even een paar, dat ze die bij wijze van spreken ook op kunnen kopen? Kijk, die macht is natuurlijk eng, maar dat is, kun je natuurlijk over de hele wereld natuurlijk met alle grote bedrijven, de Shells en dergelijke, kun je natuurlijk ook daarop slaan. Ja, goed. Maar die hebben weer andere platformen, daar ga ik niet over hebben. Ja, die hebben platformen. Ja, goeie. Ja. Zo zijn we in ieder geval wat dat betreft rond. Ik ga even kijken of er uit de zaal nog iets is. Misschien hebben we iets gemist. We gaan nog naar één stelling toe. Als er geen vragen, opmerkingen zijn. Ja, daar. Heel goed. Dat is leuk. Kom naar je toe. Ja. Er wordt natuurlijk heel logisch de vergelijking gemaakt met meer de traditionele kant en de vernieuwers, zeg maar, dus de platforms. Zijn er ook voorbeelden waarbij een partij wel op tijd was en misschien zelf een platform hebben gecreëerd binnen de regels die het FNV bijvoorbeeld ook zou willen hanteren? Ja, is er zo'n case? Dat moet van jou vragen, Martijn.
Ja, eigenlijk eentje, Funda. Funda. Funda is eigenlijk de enige case waarbij de branche proactief, niet reactief, een platform heeft opgezet en daarbij eigenlijk tijd heeft gekocht om zichzelf een leven te houden. En dat zeg ik een beetje onaardig, dat klopt denk ik wel. Want uiteindelijk daarin zie je natuurlijk dat zo'n stap op korte termijn heel erg goed is. Want ja, je bent de concurrentie voor en daarmee ben je de grootste. Maar op lange termijn is natuurlijk het probleem van Funda. Het is van ja jongens, als heel veel innovatie in het platform wordt tegengehouden omdat zij uiteindelijk eigenlijk aan de stoelpoten zagen van die makelaar. Dan komen er andere platformen die er overheen gaan. En dat is natuurlijk wel een beetje het probleem dan weer voor de lange termijn. Maar eigenlijk Funda is eigenlijk een beetje het enige platform dat ik ken wat eigenlijk door een branche productief is neergezet. En met succes. Je zegt met succes, maar tegelijkertijd vind je het dus een soort tijdbom. Ja, het is een lastige. Ja. Er was vorig jaar een partij die voor mij iets van 2 miljoen of zo of in ieder geval heel veel geld wilde betalen voor Funda, een buitenlandse partij. Er zijn natuurlijk in Amerika al platformen met waarderingen van 4, 5 miljard dollar die in die markt zitten. Dus uiteindelijk, Funda die heeft nu ook een nieuwe CEO binnengehaald, die ook juist het platform naar de volgende stap moet gaan brengen. Want ja, heel simpel, als je weet dat iemand zijn huis wil verkopen, weet je ook dat hij een hypotheek wil, een verhuizer, een schoonmaker, nou ja, heel veel dingen. Oftewel, daar zit heel veel kansen. Maar ze weten ook uiteindelijk dat als zij alleen maar zich puur gaan richten op het in stand houden van die makelaar, dan is het gewoon een kwestie van ja, jaren tot het platform ter ziele is. Ja, oké. Okay. Joost, fan van Funda? Ja, ik denk het wel. Het is, ik denk wat het een stukje innovatie tegenhoudt, is natuurlijk ook dat als er een huis in Nederland te koop staat, is het op Funda. Dus hun markt kan wat dat betreft niet veel meer groeien dan wat ze hebben. Ja. Dezelfde problematiek zie je bij Marktplaats. Op een gegeven moment was elk tweedehands artikel werd eigenlijk wel via Marktplaats verkocht. Of misschien nog ergens een briefje in Gilze bij de kruidenier. Maar in principe werd alles via Marktplaats verkocht. En dan moet je inderdaad kijken naar andere dingen om te blijven groeien. Wat Marktplaats dan doet is auto's erbij, huizen uiteindelijk. Ik vind Funda zelf wel te gek. We hebben er zelf ook veel mee samengewerkt. Je gaf net al aanvullende diensten aan. Wij dachten dus ook van als mensen verhuizen, dan gaan ze ook verbouwen. Ja. En die hoedanigheid hebben we ook al met dingen met zich geprobeerd. Ja, ik vond het wel leuk. Oké, goed. We gaan naar de laatste stelling toe, denk ik. Ja, of in ieder geval de volgende. Kijken hoe snel we overeenstemming bereiken. Vakbonden en brancheorganisaties dreigen irrelevant te worden deze eeuw. En dan segmenteren we naar leeftijd. De opties zijn eens, het is een achterhaald concept. Deels eens, wel nodig, maar een andere vorm. Oneens, relevanter dan ooit. Of nou. Namelijk, en dat je iets anders vindt. Dus voor de interactie, dat kunnen we misschien dan nog wat bevorderen. Als je die stemt, dan hoop ik ook dat je dat wilt toelichten. Tot nu toe zien we dat veel jonge mensen zeggen wel nodig, maar in een andere vorm. En dat is eigenlijk ook wat überhaupt het meest wordt gekozen. Ja, dan is het logisch om eventjes naar Erik te gaan. Ja, dat is nog makkelijker. Ja. Nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat die andere vorm dan is, zou ik zeggen. Heeft iemand een idee? Want het kan, hè? Dit is wel het moment. Ja, wat zou de vorm moeten zijn? En zeg niet platform, want dan is het te makkelijk. Nee, dat is ook wel te makkelijk. Nou, juist door de toename van ZZP'ers moet je samenwerken. En ja, als we ergens hier goed zijn in Eindhoven, kijk, Heitig Campus is een samenwerken. En hoe kleiner je bent, hoe meer je gedwongen wordt, wil je grote projecten aan kunnen pakken. Door met mensen die echt een eigen specialisatie hebben, door snel en goed kunnen samen te werken. Dus ja, dat is zeker nodig. En ook kennis gaat steeds rapper. Ik zit zelf in de VR. Nou, dat is per dag is dat weer veranderd. Dus je moet daar gewoon een soort status onder hebben, wat gewoon constant is. Met welke partij moet Erik nu gaan samenwerken? Of moet hij morgen koffie gaan drinken? Met experts die in die vakgebieden bezig zijn als ZZP'er. En daar heb je weer brancheorganisaties nodig. Of andere organisaties die weten van, dan moet je die spreken. En vervolgens kun je misschien weer nieuwe groeperingen samensmeden. Ik heb zo'n vermoeden dat je gaat zeggen dat je dat al doet. Of niet? Dat hoop ik ook een beetje eigenlijk. De FNV doet dat wel, ik niet. Ja, oké.
FNB doet dat al. We zijn nog net groot. Nou, wij hebben wel al, wel te laat moet ik zeggen, maar ja. Ook vakbonden voor zelfstandigen opgericht. Te beginnen in de bouw. Dat heeft wel een tijdje geduurd, eerlijk gezegd. Omdat dat zeg maar door onze traditionele leden toch ook gezien werd als concurrentie. Want in de bouw voor de crisis stapten ook velen zelf over naar het ZZP. En was het dan vrij vlot zo dat op de bouwplaats eigenlijk nog maar meer dan 35% viel niet meer onder de CAO. Hè? En dan wordt het ook niet mee bijgedragen aan collectieve regelingen. Dus dat werd ook als concurrentie gezien. Dus voordat wij dat als FNV ook binnen huis konden halen, was nog wel even een discussietje. Aan de dienstenkant, moet ik zeggen, is dat wel wat beter gegaan. Maar daarmee hebben we ook gelijk in huis een hele ingewikkelde discussie gehaald. Omdat voor de echte ZZP'ers die zich ook verenigen in die bonden en die juist naar die samenwerking en naar zeg maar ook weer producten zoeken wat ze, waar ze gezamenlijk wat aan hebben. Hè, en waar je ook weer een vorm van collectiviteitskorting op kan regelen, zou ik maar zeggen. Ja. Kwam de discussie toch wel dat je, als je dan wat beschermende maatregelen voor mensen wilt nemen en brengen die eigenlijk niet echt als ZZP'er werken. Schijnzelfstandigen noemen we dat dan. Want het zijn feitelijk als werknemers opererende en werkende, maar als ZZP'ers betaalde werkers. Dat stuit dan gelijk op ook interne discussies, omdat degenen die wel een onderhandelingspositie hebben en die het wel goed kunnen invullen in het ZZP-schap, elke regel erbij als belemmering voor zichzelf zien. En dat zijn dan weer net beschermende regels voor aan de onderkant daarvan. Nou, dat maakt het wel ingewikkeld in organisaties zoals die van ons. Overigens is als reactie op onze ZZP-bonden heeft VNO ook een ZZP-bond opgericht. En er zijn overigens ook een paar buiten de gevestigde organisaties die belangenbehartiging juist ook vormgeven. Maar even, als je naar bijvoorbeeld die wet DBA kijkt die je al eerder noemde. Ja. Je suggereerde volgens mij dat dat een goed alternatief is, alleen dat het nog niet wordt nageleefd. En de hele discussie over ZZP-schap en de niet werken van de VAR en waar dus uiteindelijk die wet DBA uit voortkwam, legt die scherper een grens van wanneer ben je nou ondernemer en wanneer ben je nou werknemer. En daar, juist op dat punt wordt hij dus niet gehandhaafd in. De wet is wel ingevoerd uiteindelijk, maar wordt dus niet gehandhaafd. En daar gaat wel steeds de discussie over. Hoe kan je nou toch de onderkant van de arbeidsmarkt, ook een ZZP-kant, waar gewoon in armoede geleefd wordt, beschermen. Waar ook andere regelgeving met minimumwetgeving voor andere werkenden voor gelden. Zonder nou het hele fenomeen dood te slaan. Nou, die vraag wil ik even aan je buurman voorleggen, want die heeft heel veel internationale kennis. En ik denk dat het misschien wel zo is dat heel veel landen daarmee experimenteren. Ik kan me voorstellen dat een land als Estland of zo hier een oplossing voor heeft gevonden. Is er een land dat zeg maar wel de onderkant kan beschermen zonder de bovenkant tot last te zijn, om het even samen te vatten? Nou, volgens mij is onze regering de ambitie uitgesproken om een soort van minimum tarief neerzetten. Ik noem het expres ambitie, omdat ik niet geloof dat gaat gebeuren. Maar het is een mooi idee. Ja. Wat ik wel zie gebeuren is bijvoorbeeld ook in de experimenten met bijvoorbeeld in Zweden weer, waarbij dat de collectieve afspraken dat die wel in die algoritmes worden geborgd. Die op die manier worden wel bepaalde zekerheden geprobeerd om op een betere manier via platform uit te voeren. Ik zie dat sommige platformen zelf ook inderdaad een minimumtarief stellen. Maar vanuit de overheid heb ik eigenlijk niet gezien dat ze daar iets mee doen. Okay. Nee. Pim, moet je niet eigenlijk zelf dat dan gaan organiseren? Zou je niet zelf gewoon iedereen die lid wordt, die een account heeft, dat je die ook automatisch bij de branchevereniging laat aansluiten? Nou ja, wij denken daar wel over na. Dit is nu nog best een kleine club van mensen die nu via ons werken. Ik geloof er wel in om op een of andere manier te kunnen verenigen. Kijk, we zijn nu met een aantal platforms en iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Ieder model steken we net anders in elkaar. Maar ik geloof er wel in dat. Wij zitten een heel mooi voorbeeld. Wij zitten in een aantal WhatsApp-groepen met die doelgroepen. Dus met die mensen die via ons platform werken, zitten zo 200-300 man in. 200-300 man in een WhatsApp-groep? In een WhatsApp-groep. De hel. Maar wat dan heel interessant is dat je dan eens gaat kijken wat zo'n groep dan doet. Ja. Wat hebben zij dan?
Blijkbaar is er behoefte aan, want ze richten het zelf op. Hè? Dat is niet vanuit ons, maar ze richten het zelf op. En daar worden dan dingen met elkaar gedeeld over inderdaad verzekeringen, over bepaalde broodfondsen die nu aangeboden worden. Hè. Dat is weer een platform die, waar ze zich op kunnen aansluiten. Ze helpen elkaar met hoe moet je dan aangifte doen. Er worden hele artikelen gedeeld. Ja. Dus als je het hebt over kennisdeling, dan delen ze het al met elkaar. Ze zoeken elkaar heel erg op. Dat is ook wel iets wat die groep typeert. Ja, maar dat is nog heel vrijblijvend. Ik wil ook even van jou horen, Joost. Kun je je voorstellen dat een platform dat gaat incorporeren? En dat je dus eigenlijk de vakbonden en brancheorganisaties rechts inhaalt? Nee, ik kan me dat zelf niet direct voorstellen, als ik eerlijk ben. Ik denk dat je dat hooguit misschien kan faciliteren. Maar ik vind het moeilijk om daar iets over te vinden. Okay. Martijn, wil de heren naast mij wou ook net zeggen, die hebben er vast meer van. Ja. Nee, wat je wel ziet gebeuren is dat en eigenlijk zijn die platformen eigenlijk heel slecht in zichzelf organiseren. Hè, waar bijvoorbeeld de uitzendbranche natuurlijk echt koningin is. Organiseren en lobbyen zie je dat de platformen eigenlijk niet gezamenlijk optrekken. Wat je bijvoorbeeld in Duitsland ziet zijn eigenlijk de crowdwork platforms, eigenlijk de online klus-economie. Dus bijvoorbeeld vertaalwerk en van heel erg kansrijk tot heel kansrijk. Zie je dat een aantal platforms eigenlijk zich hebben verenigd en een soort van code of conduct hebben neergezet, waarbij eigenlijk de leden zich eigenlijk committeren aan bepaalde zaken die zij dan zien als goed werkgeverschap. Dus daar zie je dat zij zich op die manier al een stukje proactief opstellen. Ja, en dan wordt het ook een soort kwaliteitskeurmerk. Ja. Oké. Okay. Goed, we hebben nog een bonusstelling. Dat is de laatste. En de reden dat het bonusstelling is dat we er heel kort ook op ingaan. De laatste stelling die gaat over de permanentie versus de tijdelijkheid van de platformeconomie. Als het beter gaat met de economie, zullen platforms verdwijnen. Of met andere woorden, in de toekomst hebben we dit soort avonden dus niet meer of over andere thema's. Ik denk het wel, ik denk het niet. Of wat denk je zelf? Dat kan ook. Ik zie heel veel mensen die zeggen, ik denk het niet. Dus platformeconomie, it's here to stay. Jouw reactie? Ja, zeker here to stay. Ik denk dat zowel in hoogconjunctuur als laagconjunctuur werkt. Wellicht dat het platform zijn focus wat gaat verleggen. Dus dat je bijvoorbeeld je marketingactiviteiten wat meer op de aanbodkant legt of wat meer op de vraagkant. Maar juist in beide economische gesteldheid is het relevant. Ik kan er nog heel lang over kletsen. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we nou niet doen. Pim? Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar, een platform. Dat is wat het doet, op een simpele manier. En op het moment dat er meer aanbod is, dan ga je aan de vraag en alles andersom. Oké. Okay. Ja. Eens. Okay. Erik? Ik denk het ook, alhoewel er nog wel een beetje grote schoonmaak doen moet. Oké, okay, dus er moeten nieuwe platforms komen en schone platforms. Het moet gewoon op eerlijke voorwaarden, ook voor degene die het werk uitvoeren. Het moet geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden, maar het instrument of het gereedschap, zoals ik het steeds noem, dat gaat niet meer weg. Ja. Dat gaat blijven, maar dat kan wel onder andere voorwaarden. En die zijn ook nodig, denk ik. En in die zin denk ik wel dat we tijd mee hebben, als je hier ook buiten even kijkt, dat ik al een beetje eerder zei. Het is toch ook een markt voor gewoon wat duurzamer. En dus ook vanuit consumenten van wat je binnenhaalt, zal ik maar zeggen, dat daar een faire prijs aan hangt. Die discussie gaat nog wel even verder, denk ik. De eerste belbond in Denemarken die met een platform, ook schoonmaakplatform, een soort van cao heeft afgesproken. Doet dat vanuit, althans dat zei hij zelf, vanuit het idee dat er gewoon in de markt ook met een hogere schoonmaakprijs, maar dat je dan wel weet dat de schoonmaker ook een eerlijk loon krijgt, dat daar gewoon klandizie voor is. Ja. En die hoopt dus met deze eerste cao eigenlijk ook zijn markt te kopen, zijn marktaandeel te kopen. Ja. En ik denk wel dat dat soort bijregulering ook moet. Willen we niet een hele grote groep mensen krijgen die gewoon te weinig hebben om van te leven. Oké. Okay. Goed, en dat is het dan gelijk ook de slotzin van dit panel. Ik ga jullie bedanken, maar ik wil ook aan iemand vragen die ik aan het begin heb voorgesteld. Dus wacht nog heel even met applaus, want ik wil aan Wout vragen. Wout Withagen, kom er nog even bij. Je hebt een carte blanche gegeven van tevoren, dus je kan niet anders dan tevreden zijn. Ja, volgens mij, ik vond het in ieder geval een heel interessant debat. En heel veel van verschillende kanten inzichten gekregen van iedereen. Dus absoluut. En volgens mij die carte blanche was prima, want het kleurde allemaal netjes binnen de lijntjes uiteindelijk. Je hebt ook een passend cadeau voor deze vier. Wil je het er even bij pakken? Dan kunnen we ook gelijk zien wat het is. Ja, Erik zal blij zijn, denken we. Avondje.
En er zit ook nog een cadeaukaart in van Deliveroo. Dus dan kan je nog iets bestellen. Flesje wijn erbij. Ja, dat is schitterend. Ja.